met onderzoek dat gefund wordt vanuit die programma's. Horizon 2020 nu, groeit FP7. Maar die veiligheidsindustrie en die binnenlandse veiligheidsindustrie, je kent dat misschien ook wel als Homeland Security, zoals dat in de VS heet, is zeer nauw verweven met defensiebedrijven, met de militaire industrie. Nu, in 2012 hebben we een keer een screening gedaan van die programma's die de Europese Unie fund binnen FP7 nog in die tijd. En zijn we erop gestoten, dat ga je leuven met IAI, Israeli Aerospace Industries, onderzoek samen doet in drie projecten die we toen hebben kunnen identificeren. Dat was Saristu, Infocomp, Alamsa, dat zegt jullie allemaal niet zoveel. Nu, er zijn altijd conglomeraten van organisaties, van onderzoeksinstellingen, van universiteiten enzovoort, die samenwerken aan een bepaald onderzoek. Totale bedrag van die drie, dus niet voor KLI Leuven, maar totale bedrag voor die samenwerkingen, 62,5 miljoen, waarvan Europa 38,8 miljoen op tafel legt. Dus dat is ons belastingsgeld. Dat is geld dat wij vanuit de Europese Unie voorzien om onderzoek te doen. Nu, op basis van wat we daar gevonden hebben, is een campagne gelanceerd, bijvoorbeeld tussen 14 organisaties uit Leuven, die vinden dat het eigenlijk niet kan dat KLI Leuven samenwerken met Israel Aerospace Industry. Maar wat is nu eigenlijk het probleem? Israel Aerospace Industry is een 100% staatsbedrijf in Israël. Werkt heel nauw samen met het ministerie van Defensie. Het is daardoor opgericht in 1953. En het is de pionier in het bouwen van drones. De onbemande vliegtuigjes. Ze zijn ermee begonnen in 1973, toen niemand dat deed. Ze zijn er mee bezig gebleven tot vandaag en ze staan aan de top daarmee. Maar dat brengt dus meteen ook bij een van de problemen die het stelt om samen te werken met IAI. En dat is het volgende. Human Rights Watch heeft een onderzoek gedaan naar aanleiding van de oorlog tegen Gaza eind 2008, begin 2009. Casted lead, gegoten lood, zo kennen we die oorlog. En ze hebben eigenlijk het gebruik van die drones veroordeeld als schendingen van het internationaal recht. Dat is helemaal gedocumenteerd, ik kan hier dat rapport niet voorlezen, dat kunnen jullie allemaal terugvinden via de zoekfunctie. Nu, naast drones doet IAI eigenlijk alles van optische camera's tot en met patrouilleboten. Wat binden aan elkaar, dat zijn die allemaal gebruikt worden om de bezetting van Palestina intact te houden. Nu, er zijn verschillende argumenten die we kunnen naar voren brengen. Kun je alles vertellen misschien? Kunnen we... Nee, maar ik weet niet hoe lang je nog nodig hebt om... Sorry. Er zijn twee belangrijke punten waarop we vinden dat het niet aanvaardbaar is. Dat is één, het ethisch aspect. De ethische codes die KLI Leuven onderschrijft, dat zijn er drie. Die hebben het steeds over dual use, over het niet gebruiken voor militaire industrie van onderzoek. Zowel de ethische codes gelinkt aan het onderzoeksprogramma zelf van Europa, maar ook de ethische code die er is voor het wetenschappelijk onderzoek in België. En zelfs in de visietekst van KLI Leuven staat dat men zeer voorzichtig moet zijn met dergelijke dingen. En dus ook daar is eigenlijk KLI Leuven niet conform aan wat men zelf schrijft. Nu, niet alleen dat, eigenlijk is een samenwerking met IAI ook iets wat respectabel, niet respectabel is voor een universiteit zoals KLI Leuven. In de brieven die we gekregen hebben tot nu toe van de UNIF, wordt gesteld dat Europa heeft het onderzoek goed gekeurd, dus is het voor KLI Leuven ook goed. Dus eigenlijk zegt de voormalige rector waar tegen ons, dat ontslaat de KLI Leuven om zelf na te denken. Dus we denken dat de range moet zijn aan KLI Leuven om zelf te beoordelen, maar blijkbaar vindt de UNIF zelf niet. Dus eigenlijk is het net de bedoeling en willen we dat op de agenda zetten. Nee, dat moet besproken worden in de UNIF, dat moet gediscuteerd worden. Jullie hebben alle mogelijke disciplines bij jullie om daarover te oordelen. En ik wil afsluiten met een citaat uit een interview van meneer Torfs, de Gezet van Antwerpen, in juli, waar hij stelt: academische vrijheid betekent dat je af en toe het recht hebt om je te vergissen. We denken dat KLI Leuven zich hier een vergist voor samenwerken met IAI. We denken dat ze daar het recht toe hebben, als het achteraf recht zijn. Dat was het. Meneer Torfs, het is aan u. U moet daarop reageren. Een rode knopje.
Ja, de vergissing, ik ben daar een voorstander van. Tuurlijk, de kans bestaat natuurlijk ook dat u zich vergist, hè. Dat is altijd zo. Ik ga toch misschien een paar lijnen zetten die ik zou willen gebruiken voor ons beleid in het algemeen. Een eerste punt, ik ben niet zozeer een voorstander van een betere wereld, want je weet maar nooit waar dat allemaal eindigt en doorgaans met redelijk autoritair gedrag. Maar ik ben vooral een voorstander van een vrijere wereld. En het is heel belangrijk dat de universiteit een plek is waar ontzettend veel meningen aan bod kunnen komen. Ook uw mening, ook andere meningen. En in die zin moeten we er ons voor hoeden om geen ideologisch keurslijf op te leggen aan onze onderzoekers. Ik zal dat onder geen beding doen. Mensen mogen hier van alles denken. Zij mogen inderdaad voorstander zijn van Palestina. Zij mogen ook voorstander zijn van Israël. Zij mogen ergens tussen de twee staan. Dat is vrijheid. Dat is het eerste punt. Een tweede punt dat ik toch zou willen aanhalen is, we moeten tot een exacte vraagstelling komen. Uiteindelijk, bij de inleiding bleek al, dat de FP7-programma's van Europa, waar alle universiteiten van heel Europa aan deelnemen, al onmiddellijk worden in een ideologisch kader geplaatst. Dus er wordt gezegd, er wordt onderzoek gedaan, maar er is hier ook sprake van Europa dat zijn interne veiligheidssystemen ontwikkelen. Dat is een zeer ideologische interpretatie die u mag maken, die ik u gun, maar die absoluut niet de enige mogelijke interpretatie is. De andere interpretatie is dat onderzoek wel degelijk over onderzoek gaat en niet over veiligheidssystemen. Dan heb ik ook nog een derde punt. We moeten toch opletten met ideologie die al in de titel van debatten sluit. Ik was redelijk geschrokken toen ik vernam dat hier de vraag was, kan de universiteit samenwerken met een wapenfabriek in Israël? Precies als mijn collega hier zou gaan bellen bij een wapenfabriek en zeggen, wat kunnen wij hier samen doen? Kunnen we een aantal bommen gooien, wat drones en zo verder? Daar gaat het absoluut niet over. Hier gaat het, en dat zal ik zelfs toelichten, om een heel breed Europees kader met allerlei consequenties daaruit voort. Voor jullie concreet over het ethische. Ik denk, je moet opletten om te zeggen dat je zelf het monopolie hebt van de ethiek. Hè? Want er zijn verschillende manieren om over ethiek te praten. En ik kan me inbeelden dat wanneer u erg in de zaak gelooft, dat u ervan uitgaat dat uw keuze de meest ethische is en die van anderen de minst ethische. Maar laten we toch ook eens aan een paar dingen heel precies zeggen. Eén vind ik dat in de meeste omstandigheden onze onderzoekers met hun gevormd geweten zelf mogen beslissen welk onderzoek ze doen en hoe. Daar hebben ze geen betutteling nodig van allerlei instanties, allerminst van een rector, die niet gekozen is om zijn eigen ideologie op te leggen, ik laat in het midden welke dat is, maar die gekozen is om de vrijheid van iedereen te kunnen waarborgen. Ik geloof in onze onderzoekers, professoren, studenten, dat zijn volwassen mensen die hun eigen keuze kunnen maken. Zijn er dan geen limieten? Jazeker, er zijn limieten. En die limieten zijn inderdaad te vinden in dat document, dual use. En toevallig zijn vandaag de mensen die in dat comité zitten van dual use vandaag aangesteld. Dat is nu een toeval. Nu staat daarin dat er niet mag worden samengewerkt met de zogenaamde wapenindustrie, waar overigens hier niet meteen sprake van is. Nee, daar staat in dat 3 projectaanvragen kunnen of moeten voorgelegd worden aan die groep dual use. En ik ga exact de term lezen zoals het er staat. Want dan kunnen we ook spreken over wat er echt aan de hand is, zonder ideologisering. Ik lees het letterlijk. 1. Wat moet aangevraagd worden zijn projectaanvragen aan die commissie. Dus hè, voor de EU of andere agentschappen die vragen om een ethics review. Dan gaat het dus om een ethische beoordeling van een project in het algemeen. Dat kan dus over van alles gaan, bijvoorbeeld ja, ook over bijvoorbeeld het milieubelastende karakter en zo verder. Dat moet absoluut niet te gaan over wapens. Tweede punt, en ik citeer nu letterlijk, projectaanvragen voor financiering door programma's van militaire overheden. Daar gaat het wel degelijk over overheden, dus mensen die het militieapparaat of het repressieapparaat, ik weet niet hoe dat juist moet in uw jargon, maar die daar de leiding van hebben. Daar gaat het over. Het gaat niet over bedrijven die misschien ook zijdelings of anderszins betrokken zijn naast andere dingen bij toepassingen die misschien met de wapenindustrie kunnen verbonden zijn.
Derde punt, vragen op initiatief van individuele onderzoekers. Dat betekent dat onze individuele onderzoekers, die natuurlijk altijd een beroep kunnen doen op hun gevormd geweten, nog een stap verder kunnen gaan en zelf wanneer ze aarzelen, of wanneer ze gewetensproblemen hebben, en zelfs professoren kunnen die af en toe hebben, omdat er sommigen een geweten hebben, ik wil het mij niet uitspreken over mezelf, maar die kunnen zich ook dan richten tot die commissie om bepaalde problemen die ze zelf te complex achten, ook op te lossen. Dat is eigenlijk het plaatje waarbij dus gekeken wordt naar ethiek en de noodzaak daarvan, maar zonder de basisvrijheid ook de sterke ondergraven. Wat ik in geen geval zal doen, is een ethisch kader opleggen met allerlei opties die ik op zichzelf waardeer, maar die niet de enig mogelijke zijn. Mijn visie over een universiteit is, zij moet een plek zijn waar meer dan elders, meer dan in een bedrijf, meer dan in een of andere religieuze beweging, meer dan bijvoorbeeld ook in een vrijmetselaarsgeloof, meer dan in een politieke partij of strekking, ruimte is voor de vrijheid van allerlei mensen die heel verschillend denken. Dat is de kracht van de universiteit en dat willen we absoluut garanderen. Oké, en dan kijken we naar de twee andere personen hier in het debat, want vrijheid voor de onderzoeker. Die onderzoeker zal zelf wel beslissen wat ethisch is en wat niet. Tom Cox en daarna misschien Koen van der Abele als onderzoeker kan daar zelf op repliceren. Ja, ter eerste, even terugkeren op hetgeen wat Mario kort heeft aangehaald. Dat is dat die onderzoeksprogramma's passen in het industrieel beleid van de Europese Unie. En dat die daar een heel bijzondere rol in spelen. En als we kijken naar de wapenindustrie, want ik neem inderdaad graag het woord wapenindustrie in de mond om duidelijk te duiden waarover het gaat. En ook in de Europese midden spreek ik liever over de defensie- en veiligheidsindustrie. Het is maar wat elk woord geeft. Maar op Europees niveau is wel degelijk iedereen ervan overtuigd dat we de wapenindustrie sterker moeten maken. En ik zeg dat niet, ik lees hier aan het besluit van de Europese Raad van 19 december. On that basis, the European Council has identified a number of priority actions built around three axes, increasing the effectiveness, visibility and impact of CSDP, enhancing the development of capabilities, and strengthening Europe's defense industry. Dus de Europese Raad besluit op 20 december dat we de Europese wapenindustrie moeten versterken. Het is niet alleen de Europese Raad, die dat zegt, het is ook de Europese Commissie, die zoiets zegt, en het Europese Defensieagentschap heeft als vierde pijler, vierde functie, het versterken van de Europese wapenindustrie. Dat kan je zo lezen op hun website. He, dus dat is geen ideologisch taalgebruik dat ik gebruik. Ik neem het over van de website van de Europese Unie. Hey, ik vind dit echt, kijk, hè. Dat is, u hebt het niet over FP7, over die programma's. U haalt een ander citaat uit een ander context. En zo kan u citaten uit de context halen. Afijn, zijn de typisch perfide ideologische spelletjes. U mag ze spelen, maar ik praat er niet. Misschien, ja. Ik weet niet, we moeten wel even, denk ik ook, bepalen waar we het precies over hebben. Ja, we hebben het over onderzoeksprogramma's. We hebben het over een onderzoeksprogramma, we hebben het over samenwerken met de KU Leuven, daar discussiëren we niet over, het is de KU Leuven. En aan de andere kant zijn er bedrijven bij betrokken, die Israëli's zijn, dat erkennen we ook, tot daar zijn we allemaal akkoord. Zijn het ook militaire bedrijven, jullie zeggen van wel, en u zegt, Koen van der Abele, ik zeg, dus de vraag is eigenlijk, ik zal nog eens heel duidelijk stellen, met wie werkt de KU Leuven eigenlijk samen, waar gaat dit over? Is er een militaire technologie bij betrokken, die mogelijk kan worden ingezet tegen, in dit geval, de Palestijnen? Inderdaad, ik denk dat we het goed duidelijk moeten zijn en dat we heel duidelijk moeten stellen waarover het gaat eigenlijk in dit onderzoeksprogramma. Zoals je weet is er kaderen eigenlijk die samenwerkingen tussen KU Leuven en IAI in het kader van de Europese samenwerking binnen FP7. Ja, Israël is een geassocieerd land en dat wil zeggen dat Europa daar een niet-militaire, maar wel wetenschappelijke en technologische coöperatieverdrag mee getekend heeft. Ja. Het onderwerp van dit onderzoek hier gaat eigenlijk over de reductie van de operationele kosten in de burgerluchtvaart. Ja, oké, ik verklaar het duidelijker. Het beoogt eigenlijk een reductie van het gewicht van vliegtuigen met 3%. Ja. Het beoogt een reductie van de onderhoudskosten, de servicekosten, de inspectiekosten met 1%. En dat is beduidend groot, zelfs maar 1% reductie zou heel veel opbrengen.
Het beoogt een verbetering van de aerodynamische performantie van vliegtuigen. En dat gaat men doen door een 6% drag reduction te doen, een weerstandsreductie, zodanig dat er ook een 6 dB geluidsoverlastvermindering is in de buurt van de luchthavens zelf. En dat er ook een 5% fuel of benzine of kerosine eigenlijk consumptie minder is. En tenslotte beoogt het ook de verbetering van de veiligheid van de passagiers zelf. U zal het met me eens zijn dat dit wel degelijk een civiele doelstelling is met een heel belangrijke maatschappelijke component. Binnen het project waarover we spreken zijn er verschillende onderzoeksluiken natuurlijk. Ja. Binnen Saristo gaat dat over het adaptieve structurele gedrag van vliegtuigvleugels. Het gaat over structureel health monitoring. Dat is dus eigenlijk het kwaliteitsonderzoek van componenten van vliegtuigen. En het gaat over het gebruik van multifunctionele materialen om vliegtuigen lichter te maken. Dus allemaal civiele toepassingen? Dus allemaal civiele toepassingen. Onze onderzoeksgroep die heeft daarin ook een taak. En de taak die wij daarin hebben is, binnen het LUIF Structural Health Monitoring doen wij onderzoek naar defecten in composietmaterialen. Ja. Wat is dan het probleem van ons? Daar stopt het eigenlijk. Wij gebruiken ultrageluidsgolven en dat zijn dezelfde golven die een dokter gebruikt om naar een baby te kijken in de moeders buik, ja, haar buik. Ja. Dat zijn dezelfde golven die wij gebruiken om aan materiaal onderzoek te doen. Ja. IAR. Kijken naar scheuren en naar defecten, delaminaties in de materiaal. Ons schuldig als een baby. Onderzoek dat ik in Leuven doet, en ik ga dat niet beoordelen, dat onderzoek op zich. We zijn helemaal niet tegen onderzoek aan KU Leuven, laat dat ook duidelijk zijn. Maar ik vraag me af, als het verboden luchtvaart is, waarom zit IAI in het programma? IAI is niet de enige luchtvaartmaatschappij die erin zit, ja. Maar wij werken ook samen met IAI, enkel maar met de Commercial Aircraft Group en de Engineering Division. Dus wij hebben daar eigenlijk een samenwerking met deze groep en het is expliciet neergeschreven dat er geen militaire doeleinden binnen dit project zullen bediend worden. Het staat op papier. En zijn er tussenschotten tussen de civiele en de militaire takken van die maatschappijen? Kan met andere woorden, die civiele toepassingen kunnen die militair ingezet worden? Zij kunnen niet de know-how gebruiken, ja, die binnen het Europees project aangebracht wordt om militaire doeleinden te steunen. Dat is een afspraak die neergeschreven staat. Als ze dat wel doen, ja, dan zullen zij gewoon het project moeten veranderen. Ze kunnen dat dus niet doen. Zonder bepaalde voorwaarden, zonder bepaalde waarborgen die in de tekst zijn neergeschreven. Dat vertrouwen jullie niet? Het feit dat het op papier staat, dat bedrijf heeft iets ondertekend waarin bepaald is, oké, dit wordt niet militair gebruikt. De overgrote meerderheid van wat IAI doet, is in ieder geval niet civiel, dat is wel duidelijk. En dat is eigenlijk nog meer, want we spreken hier over ethische dingen, alsof wij dat ideologisch zouden gebruiken. We spreken wel over internationaal recht. IAI werkt mee aan de bouw van de muur in bezet Palestijns gebied. Dat veroordeeld is door het internationale strafhof. Daar heeft de KU Leuven niets mee te maken, denk ik. Dus dat is wel een bedrijf dat deelneemt, volgens het internationale strafhof van Den Haag, volgens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, aan schendingen van het internationaal recht. En dat vinden wij, niet dat jullie daar onderzoek moeten stopzetten, maar dat KU Leuven niet met een dergelijk bedrijf kan samenwerken. En dat is het punt waar wij willen ontwikkelen hier. We hebben het niet over ethische codes waar iedereen zomaar moet kunnen kiezen wat hij daaruit pikt of niet. Die moet goed opgesteld zijn enzovoort. En we zijn eigenlijk voor een ethische code die nog duidelijk is, in de zin van, als er wordt meegewerkt aan schending van het internationaal recht, dan zouden we daar niet mee mogen samenwerken. Als dat toch kan, dan moet je misschien iets doen aan de ethische codes. Maar daar toch aan treden. Het is ons, het gaat je misschien verwonderen, maar wij gaan niet meewerken aan schendingen van het internationale recht. Dat is echt niet een van onze belangrijkste doelstellingen. Dat is misschien verrassend. Maar waar het hier eigenlijk wezenlijk om gaat, is dit. Uiteindelijk heb je hier FP7, dat is het grote onderzoeksprogramma van Europa, wat nu door Horizon 2020 vervangen. Daar doen massa's universiteiten aan mee, onderzoeksinstellingen enzovoort.
Bijvoorbeeld aan dit project werkt niet alleen de KU Leuven mee, maar ook een massa, dat kan zelfs gezegd worden, andere universiteiten en instellingen. Maar vooral de universiteiten. Maar ik mag het ook uitspreken nu. Ja, ik mocht daar net ook niet uitspreken. Dat is echt een natuurlijk. Maar kijk eens, daar worden maximaal garanties gezocht in zoiets, dat is natuurlijk zo, waarbij je probeert er zorg voor te dragen dat wat er gebeurt niet misbruikt wordt. Er is daar inderdaad ook gekeken naar de nodige tussenschotten binnen dat bedrijf. Betekent dat dat er nooit... Ja, sorry. Betekent dat dat er nooit misbruik kan worden gemaakt? Dat is natuurlijk iets wat je nooit 100% kunt zeggen. Vandaar bijvoorbeeld ook de discussies die er vandaag zijn met Iran en zo verder. Hè. Wanneer kan je bepaald onderzoek en zo verder misbruiken? Het is ook perfect mogelijk dat bijvoorbeeld andere universiteiten of andere groepen of andere bedrijven aan misbruik doen, kunt dat alleen maximaal procedureel proberen op te lossen. Daarvoor hebben we bijvoorbeeld inderdaad ook onze ethische codes, waaruit je niet zomaar pikt wat je wil, laat dat ook duidelijk zijn. Onze code hier, we hebben hier drie categorieën van mogelijke vragen of ethisch advies, die moeten inderdaad worden ingevuld. Voor de rest mag men inderdaad eigen keuzes maken. Maar laten we toch ook eens in heel die zaken, laten we het hele dossier ook eens bekijken vanuit het perspectief van de contracten, de garanties, de vrijheid en niet vanuit een mogelijke misbruik en ook niet, vind ik, vanuit een keuze die men moet maken, politiek, tussen bepaalde plekken. We hadden het daar net ook over de bezette gebieden door Israël en zo meer. Oké, dat betekent duidelijk dat u een bepaalde optie neemt. Niet alles is een mening. Dan zeg je dan, Israël zet Palestina niet te zijn gezet. Ja, dat ging over de bezetting van Palestina. En dan gaat het inderdaad niet alleen over de bezette gebieden van de Westbank, maar gaat het inderdaad over het hele land. Als het daar ook heel duidelijk over is, en zo heb je het gezegd, niet dat. Zo is het gezegd, zo is het verbaal gezegd, het is ook zo op die manier. Ik denk, internationaal recht is internationaal. Ja, maar dat is iets anders. Het statuut van Israël is één punt, de Westbank is iets anders. Ook tussen de Westbank en Gaza zijn de grote verschillen op dit moment ook politiek. Daar kan je verschillende meningen over hebben. Ik weet ook welke meningen hier in de zaal leven. Ik heb daar geen enkel probleem mee. Maar er mogen ook andere zijn. Er mogen ook andere meningen zijn. En daar kan je altijd voor blijven op. Israël is geen gewoon land, dat moeten we erkennen. Het is betrokken in een militair conflict met Palestina. Dus, met andere woorden, handel of onderzoek waar een militair bedrijf of een bedrijf dat bezig is met militaire technologie en dat Israëlisch is, is niet neutraal. Akkoord? Nee, niet meteen. Nee, kijk, het gaat hier niet om militaire bedrijven. Het gaat hier duidelijk om een bedrijf dat ook een militaire tak heeft, maar die duidelijk is afgescheiden. Dat wordt ook Europees gezegd. Dat is niet waar. Dat is niet afgescheiden. Het is niet waar. Oké, maar dan zitten we over facties. Ik kan zomaar alles zeggen. Hè? Maar hoe kan het dan, hoe verklaart u dan dat binnen de strenge code die in Europa bestaat voor FTC... Code binnen Europa is niet streng. Maar oké, ja, dan kunt u zeggen... Het is minder streng dan de Vlaamse IWT. Ja, maar dan kunt u zeggen, Europa als dusdanig hè, is uiteindelijk op een verkeerd spoor. Dat is waar mijn redenering begon die ik niet mocht maken. Oké, heel FTC, dat klopt niet. En er was een heel weinig verzoek. Oké, maar dat is een visie. Maar dat is iets waar je natuurlijk... dat is dus overdelingen, maar dat draait in tegen het hele wetenschappelijk beleid van Europa. En uiteraard gaan we daar als KU Leuven niet uitstappen. Integendeel zullen we altijd onze bijdrage leveren om daar het ethisch niveau ook genoeg van te houden. Maar we gaan daar uiteraard niet op ideologische reden uitstappen. Als er geen garanties zijn dat militaire technologie kan, of dat als er geen garanties zijn dat die militaire technologie kan per se goed gebruikt wordt, moet er dan volgens jou een publieke instelling als een universiteit, moeten zij geen gedurfde of gewaagdere beslissingen nemen? Ik denk dat er verschillende aspecten aan zijn. Hè. De ethische code van Europa, die beoordeelt niet de deelnemers aan het onderzoek. Hè. Die beoordeelt het project op zich. Hè. Dus Europa gaat zich niet uitspreken of een of andere deelnemer wel of niet volgens een aantal principes werkt. Hè. Dus het niet in de controle van de ethische regels voor het RPC-programma. Ze beoordelen het onderzoek. Dus dat is al een belangrijk aspect. Dus als je dan gaat samenwerken met andere deelnemers, dan is het toch aan de KU Leuven zelf om na te denken, wie zit hier nog allemaal in het project?
zijn daar problemen eventueel mee of niet? En ik ben het eens met u dat onderzoeker en daar in KU Leuven veel mensen zitten met zeer goede brains om zeer interessante standpunten in te nemen, daar ben ik het volledig mee eens. Maar ik ben het ook mee eens, en zelfs de commissaris van de Europese Unie is het er mee eens met u, dat er geen zekerheid is dat het onderzoekresultaten niet kunnen doorstromen militaire zaken. En ik citeer daar, hè, but we don't have any control, which I think, no, but we don't have control, which I think you accept, if those innovation or that research is being used in a military way. Dus dat zegt de commissaris zelf van het onderzoek. Nu, als het risico er is, dan bestaat ook zoiets als het voorzichtigheidsprincipe, hè? Het voorzorgsprincipe. En ik vraag mij af, als KU Leuven toch over zoveel goede onderzoekers beschikt, en ik ben het daar mee eens, waarom moeten er van de 67 partners een industrieel wapenbedrijf bij zijn? Het is burgerlijke luchtvaart. Dat project kan perfect met 66. Het andere project dat nu met 14 is, kan perfect met 13. En nog een ander project dat met 10 is, kan perfect met 9 onderzoekers gebeuren. Met 9 deelnemers gebeuren. Waarom? Neem dan de KU Leuven het standpunt in, die zegt van kijk mensen, daar bestaat zoiets zoals internationaal recht. Dat veroordeelt wat er gebeurt over de Groene Lijn, en daarover hebben we het vandaag. Dat is aanvaard door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. De nieuwe guidelines voor Horizon 2020 van Europa zegt hetzelfde. Ze leggen nu meer regels op voor onderzoek, precies omdat men vaststelt dat er dingen gebeuren in de bezette gebieden die niet aanvaardbaar zijn. Waarom kan KU Leuven dan niet de voortouw nemen en zeggen van jongens, we gaan hier een onderzoek met 66 doen, plaats van met 67? Wel, om te beginnen is het zo dat je het onderscheid moet maken tussen wat je projectmatig kan beoordelen en dan de garanties waar je ook moet voor doen wat mogelijk is om te verhinderen dat er eventueel misbruik wordt gepleegd. Nu, dat misbruik is natuurlijk niet alleen mogelijk door een bedrijf dat uit Israël komt, maar ook door anderen. Het is perfect mogelijk dat andere bedrijven die meewerken of andere partners, dus een groot aantal partners, dat die ook die informatie doorverkopen aan wie dan ook. Je zit hier met burgerluchtvaart. Het is natuurlijk niet uitgesloten dat bepaalde technieken daarvan ook op militaire luchtvaart worden toegepast. Dat is iets waar je niks kan aan doen. Tweede punt. Je kan daar iets aan doen als je dat wilt. Ja, pas op. Je kunt daar altijd iets aan doen door geen onderzoek mee te doen op het vlak van burgerluchtvaart, dan ben je zeker dat er niks gebeurt. Maar je moet zien hoe ver je daarin gaat. Ten tweede punt vind ik toch ook van groot belang. De link die hier wordt gelegd, want nu moet het toch eens goed proberen te luisteren ook. Hè. Tussen het internationaal recht. Het internationaal recht dat u aanhaalt als een feit, hè, als een blok, hè, als iets dat niet interpretabel is. En dat zich dus hard zou bevinden op de wetenschappelijke politiek van Europa. Want dat zegt u nu. Hè. Europa gaat uiteindelijk toelaten. Europa laat toe dat deze firma's meewerken. Naast andere partners. Volgens criteria die Europa heeft opgesteld. En u ziet daar een strijd in met het internationale recht. U zegt dus eigenlijk dat het Europese wetenschappelijk beleid op het vlak van FP7 haaks staat op het internationale recht. Ik vind dat niet. Tom Cox? Ik zeg het helemaal niet. Ik wil dat rustig beantwoorden. Ik denk dat veel onderzoek dat Europa doet helemaal niet haaks staat op het internationale recht. Maar dit wel. Maar, dit wel zeg. Maar voilà, ik zeg dat er wel onderzoek is dat Europa doet dat haaks staat op het internationaal recht. En zelfs dan moet u dat aanhangig maken voor de betrokken rechtbank. Nee. Het internationaal strafhof van Den Haag heeft in 2004, en u bent jurist, u weet dat beter dan ik, helemaal geen jurist, een uitspraak gedaan die de muur die in bezet Palestijnse gebied staat over de Groene Lijn, ik zal het nog eens duidelijk maken, illegaal is. En vraagt zowel de landen die partner zijn als bedrijven om ervoor te zorgen dat ze niet meewerken in de verder tot instandhouding daarvan en niet meewerken om de verder te ontwikkelen. IAI is een bedrijf dat aanbestedingen gewonnen heeft om de muur verder te uit te bouwen. Dus is IAI betrokken bij schendingen van het internationaal recht. Ja, misschien heeft BK ook wel prikkeldraad gemaakt voor Amerikaanse. Meneer Dorps, ik moet daar iets aan toevoegen. Er zijn steeds meer bedrijven. Internationale, Europese bedrijven vooral, of Nederlandse bedrijven, Franse, Britse, die vandaag geen handel meer willen bedrijven met bedrijven die actief zijn in de nederzettingen bijvoorbeeld. Dus dat internationaal recht wordt wel erkend door de EU. Men heeft absoluut het recht om daar geen handel mee te drijven en zelf doen we het ook.
ook niet lokaal, omdat ik geen bedrijf heb. Maar afgezien daarvan is er toch ook nog een ander punt dat ik heb. U spreekt hier over veroordeeld door het internationaal recht. Nu, wat is typisch aan rechtspraak en recht? Dat men gevallen casuïstisch behandelt. Het is typisch voor bijvoorbeeld een strafhof of een rechtbank, dat men dossier per dossier voorlegt. U hebt het hier over het optrekken van de muur. Wel, die had er inderdaad niet mogen zijn, dat is ook door het strafhof bewezen. There it stops. Dat betekent niet dat iedereen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks of nog verder zou bij betrokken zijn, meteen door het internationaal recht, as such, als rechtspersoon is veroordeeld, daar is geen sprake van. Het gaat wel degelijk over die muur. En niet over een bouwvakker die daar een steen zou zetten en zo verder. Wat dat betreft moet u ook, als u spreekt over internationaal recht, moet u het correct interpreteren. Meer vragen zie ik ook niet minder, maar ook niet meer. Goed, internationaal recht. Wordt u vraag gesteld hier? Ja, ik heb eigenlijk. Ik vind dat het voor een stuk wordt de aandacht afgeleid naar een heel specifiek. Ik zou toch graag een precies antwoord willen in plaats van een ander onderwerp. Ja, maar dan mag u de vraag nog eens formuleren, maar ik ben niet begonnen over iets. De vraag, maar uw collega wel. Ja, misschien mijn collega. Je moet solidair blijven. Als je het op een gegeven moment hebt, u zegt veroordeeld door het internationaal recht, tegen het internationaal recht. Wat doet het internationaal recht? Bepaalde principes toepassen op concrete gevallen. Onder meer is dat principe toegepast op die muur. Daar zijn we het over eens. Die is veroordeeld. Dit project is niet veroordeeld, maar waarop wacht u om het inderdaad aan de kaak te stellen? Dat is uw recht in de rechtsstaat. Dit project door dit onderzoeksproject. Dit onderzoeksproject, of meer in het algemeen, de strategie van FP7 en zo verder, dat mag u aanvechten. Waarom hebben wij een rechtsstaat? Niet om mensen te veroordelen op grond van precedenten die niet als precedent kunnen gelden in een kader van internationale rechtspraak. Wel om geval per geval dossiers aan te kaarten en te wachten op de uitspraak. Maar de universiteit is natuurlijk een belangrijke stakeholder in de maatschappij. Hè? Ja. Hè? Juist. Hè? Het moet ook een voorbeeldfunctie hebben, denk ik. Sowieso. Dus als bepaalde principes, ethische principes, als er nog maar een vermoeden van bestaat dat je zouden worden geschonden, dan moet daar toch naar geluisterd worden. Dat is heel belangrijk. En als er een vermoeden is, dan is het misschien goed om onderzoek te beginnen, want we mogen niemand veroordelen zonder bewijs. Dat is ook de democratische rechtsstaat. Recht op verdediging, geen straf zonder wet en zo verder. Dus het is heel belangrijk. Hoeveel bewijs hebt u eigenlijk nodig? Wel, een duidelijk bewijs voor een rechtbank. Natuurlijk niet van de aanklagers, die jullie zijn, waar ik alle sympathie voor heb. En jullie vechten voor een zaak, daar breng ik veel begrip voor op. Maar jullie moeten erin slagen om jullie zaak hard te maken voor een onafhankelijke rechtbank die dan inbreuken kan vaststellen. Ja. Op dat ogenblik is er geen probleem meer en zullen we uiteraard internationaal recht volgen. De KU Leuven is voor en niet tegen het internationaal recht, maar vindt wel dat beschuldigingen moeten hard gemaakt worden voor de rechtbanken die daarvoor zijn te roepen. Ik ben geen jurist natuurlijk, dus ik ga geen juridische redenering opbouwen. Zullen zeker mensen in de zaal het vraagstukje nog wel dieper op in kunnen gaan. In ieder geval, tot op vandaag wordt de uitspraak van het internationaal gerechtshof van Den Haag door de Europese Unie gebruikt om strengere criteria op te leggen voor het onderzoeksprogramma van 2020. Tot op vandaag. Jammer. En dus, dat zij dat doen, wil toch wel iets zeggen dat het niet zomaar een beoordeling is van in 2004, maar dat daarna één zaak was en daarna schuiven we dat allemaal terug aan de kant en moet alles terug opnieuw in vraag gesteld worden. Nee, de bezetting van Palestina over de groene lijn. Maar die groene dags. Ik heb wel een vraag, meneer Torps. Mag er aan de KU Leuven watertechnologie ontwikkeld worden? Zonder, ik wil hier afstand doen van het specifieke project Saris toe. Maar in het algemeen, mag er aan de KU Leuven watertechnologie ontwikkeld worden? Kan u het begrip watertechnologie definiëren? Ik zal nemen wat er in de IWT-richtlijn staat. Dus dat zijn projecten en mandaten welke rechtstreeks leiden tot toepassingen in wapens en wapensystemen, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daarom verbonden technologie. Voilà, daar heb ik het over. Wel, dat doen wij op dit ogenblik niet, want het wordt rechtstreeks. Maar laat u dat ook over aan de individuele vrijheid van de onderzoeker? Wel, ik denk we moeten hier kijken naar wat de criteria in feite zijn. Veel technologie die we natuurlijk gebruiken, kan ook misbruikt worden. Dat geldt ook voor de technologie van de beroerluchtvaart, die kan misbruikt worden. Wij doen dat niet. En ik zou inderdaad, wanneer het is werkelijk voor militaire opdrachtgevers, zou ik zeggen nee.
Maar ik zou inderdaad ongelooflijk veel overlaten aan de individuele onderzoek. En het beste bewijs dat we dat kunnen doen, is het feit dat er inderdaad niet, dat er geen watertechnologie wordt ontwikkeld. Ik heb vertrouwen in onze mensen. Dus we moeten ze niet verbieden, de technologie, want niemand doet het. En we hebben een ethische code wanneer er werkelijk een verband is met de militaire overheden. Ik denk dat er heel veel voorbeelden zijn van onderzoek, fundamenteel onderzoek, ja, die eigenlijk zou kunnen misbruikt worden. Ja. Nou, maar dat is natuurlijk wel een chip wordt gebruikt in allerlei toestellen. Alle elektronische toestellen hebben tegenwoordig chips, ook militaire toestellen. Ja. Als je kijkt naar visiesystemen, Barco is een wereldleider in het ontwikkelen van visiesystemen. Dat wordt gebruikt in de burgerlijke luchtvaart, dat wordt gebruikt in allerlei navigatiesystemen, ook voor militaire diensten. Ja. Als je kijkt naar de chemie, ja. Chemie is de basis om een bom te maken. Hè. Ja. Moeten we dan onze faculteit of ons departement chemie gewoon volledig afstoten van de universiteit? U maakt het zo algemeen. Nucleaire fysica. Dat zijn heel gemakkelijke argumenten. U was nog in de nucleaire fysica bezig. Ja, ja. Theoretische fysica bezig. Ja. Moet dat domein dan eigenlijk volledig afgestoten worden, omdat daar boven het misbruik zou kunnen van maken? Maar daar spreken we niet over watertechnologie. Ja. Maar dat zijn equivalente voorbeelden. Nee, dat is niet waar. Dat is door fundamenteel onderzoek en dat fundamenteel onderzoek en alles komen. Uw GPS in de auto is ook hetzelfde. Ja. Dus dat zijn eigenlijk allemaal voorbeelden waarbij je dezelfde vragen kunt stellen en uiteindelijk. Maar we moeten toch erkennen. Als je dat toch zegt, dan moeten we gewoon hier onderzoek. Nee, dat is helemaal niet waar. En ik wil ook teruggrijpen naar de EWT-richtlijn, hè, want die is volgens mij veel strenger dan de Europese regelgeving. En in de EWT-richtlijn, dat is dus alles wat door de Vlaamse regering gefinancierd kan worden van onderzoek en ontwikkeling. Daar hebben ze heel duidelijk gespecificeerd op welke manier dat dan niet gebruikt mag worden voor militaire toepassingen. En daarin staat een clausule dat de onderzoekssubsidies die niet toegekend zijn en die later zal blijken, dat ik toch opduik in militaire toepassingen, dat de subsidies kunnen teruggetrokken worden. Nu, volgens mij bestaat die clausule bijna niet op Europees niveau. En in dat opzicht is er vanuit de Europese Unie een sterke druk om ook de Vlaamse regelgeving lakser te maken. Nu, dat is een verhaal dat in ontwikkeling is. We hebben dat gezien bij de wapenexportregels. Daar hebben we ook gezien dat er een heel sterke druk is gekomen vanuit de Europese Unie en dat wanneer dat er een nieuwe Europese richtlijn over wapenexport, een nieuwe Vlaamse decreet is geweest over de wapenexportregels, dat een stap terug is gezet. En daarin, de retoriek die ontwikkeld werd en heel het verhaal, heel het reglementair kader, is vanuit de Europese Unie gekomen. Nu, wij stellen vast dat er wat betreft onderzoekssubsidies en onderzoeksprojecten de gelijkaardige mechanismen aan de gang zijn, dat er op Europees niveau veel laksere regels zijn dan op Vlaams niveau, en wij denken dat we in de kortste keren die mooie IWT-richtlijn die we hier hebben, dat we die gaan kwijtspelen door druk vanuit de Europese Unie. Ja. Nu, ik denk, doorgaans is dat niet het probleem. Hè? Dus de Europese richtlijnen stellen het minimum vast, hè? En landen kunnen dat altijd strakker maken. Ze kunnen het niet minder strak maken. Dus in die zin, die druk is denk ik, bestaat misschien op sommige gebieden, op sommige terreinen waarin het heel competitiever aan toe gaat, dus in zeer commerciële sectoren, hier minder. Ik merk ook hoe u bijna geruisloos de overgang maakt tussen de mogelijke toepassingen die kunnen gemaakt worden van het wetenschappelijk onderzoek hier, of het nu fundamenteel is of toegepast, en waterexport. We hebben het hier wel degelijk niet over waterexport, laat dat duidelijk zijn. En daar moet u opletten dat u niet... De overdracht van technologie en kennis valt ook onder de wapenexportrichtlijn. Als het over militaire kennis gaat, de militaire technologie. Ja, maar het is niet zomaar dat het... Maar het gaat hier juist niet over. Het gaat hier maar wel. Want we zeggen hier juist dat het niet gaat over militaire technologie, maar wel over technologie die ook gebruikt of misbruikt kan worden op militair vlak. En dat is niet hetzelfde. Hier overschrijdt u telkens weer, en dat weet u toch zelf ook, telkens weer overschrijdt u de lijn waarbij u ervan uitgaat dat de technologie die er is al misbruikt. Dus dat is een perverse verandering. Is dat er op Europees vlak geen garanties bestaan dat die overschrijding niet zullen gebeuren en ook geen sancties, terwijl die op plaats vlak wel zijn. Ik ga ook uit van de wind is onschuldig en zelfs bedrijven die kunnen onschuldig zijn tot het tegendeel bewezen is, maar op Europees niveau zijn, is de regelgeving gewoon veel langer. Hier hebt u geen gelijk. De sancties zijn er wel op het lokaal Vlaamse vlak, maar de garanties niet. Want waar de garanties er dan, moesten er geen sancties zijn. Waarom zijn er sancties? Dat is een mogelijke terugbetaling als men erachter komt dat het toch gebeurt. Maar voor de rest is dat een groot probleem. Allee, maar wat is voor mij het grote probleem? Hè? Hoe kun je zo goed mogelijk garanderen en controleren dat er geen misbruik wordt gemaakt? Het probleem is niet
als er misbruik wordt gemaakt, moet je geld terugbetalen. Het grote probleem is, hoe kun je zo goed mogelijk proberen te garanderen dat er geen misbruik wordt als die resultaten, gemaakt? Dat is de grote vraag. Wat gebeurt er met de resultaten? Stel dat in de verkeerde handen vallen, zou u dat weten? Kan er... Dat is de vraag. Dat kun je eigenlijk zo goed mogelijk proberen te controleren, maar hoe ga je bijvoorbeeld tegenover landen als Noord-Korea of Iran die een bepaalde technologie proberen te ontwikkelen? Hoe ga je controleren dat dat niet te ver gaat? Dat is doorgaans bijzonder moeilijk. Je kan daar technieken voor vinden, maar het is zelf volledig water. Maar zijn we akkoord dat Israël betrokken is in een militair conflict? Zijn we akkoord? Voilà. Dus dat lijkt mij vrij belangrijk. Want gaan we dan niet, zijn we dan niet bezig met een onderzoek, onderzoekspartner waarbij de technologie ook mogelijk kan gebruikt worden binnen het conflict? Maar gaat u akkoord dat voor de Verenigde Staten betrokken is in de militaire conflict? Ja. Dus dat mag ook niet meer werken. Wel, we moeten kijken. In welke mate dat kan. Ik wil nog twee dingen toevoegen. Hoeveel onderzoeken doet Kaliber en Noord-Korea? Noord-Korea, maar ik heb het gewoon over mogelijke misbruiken in Noord-Korea. Ik heb het niet over We zijn een geweldige universiteit, maar niet alles wat er in de wereld gebeurt is verrassend, maar dat is niet mijn hart verbonden met de kaart. Dat u zachtjes ook nog iets anders begon te spreken dan over wat we hier hebben. De samenwerking tussen KLI Leuven en Israel Aerospace Industry, een wapenbedrijf dat in een onderzoek zit voor burgerlijke luchtvaart. Maar wat je probeert te zeggen is toch gewoon dat het heel moeilijk is, en dat is precies ook de reden waarom landen als Noord-Korea en Iran vaak in het oog worden gehouden, heel moeilijk om burgertoepassing en militaire toepassing, om die brug, om te verhinderen dat die wordt gemaakt. Dat is het enige wat ik wilde zeggen. En voor de rest, wees gerust, Noord-Korea is niet onze prioritaire partner. Maar ik vind het toch wel zeer straf dat je durft in twijfel trekken dat er onderzoek zou gaan naar militaire toepassing. Je zegt dat kan, we zijn er niet zeker van, we kunnen het niet weten. En als je direct samenwerkt met een wapenbedrijf, dan gaat het naar onderzoek. Dat is een geïntegreerd bedrijf dat een paar burgerlijke toepassingen heeft, een kleine minderheid van alles wat ze doen. Ze hebben zelfs drones die dezelfde vleugelwijken hebben van een Boeing 737. Dus het zijn wel serieuze dingen. Het is niet dat het kleine dingetjes zijn ten opzichte van grote luchtvaartindustrie. Het is een bedrijf dat een wapenbedrijf is. Gebrek aan relaties. Blijft een probleem. En als je zo door elkaar loopt, als je zelf zegt, we kunnen geen garantie bieden, dan zei meneer Waar, zei dat ook. De commissaris van de Europese Unie zegt dat ook. Dan denk ik dat enige voorzichtigheid aan de dag leggen, zou een eigen moeten zijn aan de KU Leuven. En zeker in een project, want ik weet nog altijd niet wat een kinder doet dat we hier niet zouden kunnen doen. Dus een project dat we volledig zelf kunnen uitvoeren, als 67ste partner, is absoluut niet nodig. Dus waarom zit er niet bij? Nee, waar ik het uiteindelijk over, waar we niet over eens zijn, want dat is ook belangrijk dat we dat duidelijk stellen, is dat het hier gaat om een wapenfabriek. Het gaat om een fabriek waar verschillende toepassingen en secties in aanwezig zijn en waar duidelijk noodzakelijk is dat daar schotten tussen bestaan. Anders zou dat Europese project niet mogelijk. Maar die bestaan er niet. Sorry, ja, maar en dat Europese... Over dat tweede zijn we het dan niet eens. Ik zeg dat die er wel zijn, die er niet zijn. Dan moet dan dus eventueel voor een rechtbank worden beslecht. Natuurlijk. Ja, maar dat is toch waar. Dat is toch uw stelling niet altijd echt waar. Nou, ik kan uw bronnen aangaan. Wat brengt dat ook naar? Op een gegeven zijn er tussenschotten die ervoor zorgen dat technologie die binnen een civiele poot van een bedrijf bestaat, dat die absoluut niet terecht kunnen komen in een militair conflict. Ik denk dat de Europese Unie procedures heeft die dat tegenwerken. Te melden. De eerste, degene die ik wil vermelden, is dat de IP of de know-how die wij ontwikkelen, ja, dat die niet automatisch gedeeld wordt met alle partners. Ja. Dus je kunt alleen maar know-how opvragen aan een bepaalde partner als je die in project, dus in de loop van het project, nodig hebt om je eigen takenpakket te ontwikkelen of uit te werken. Ja. Wij hebben binnen Saristo geen enkel werkpakket waar wij samen werken. Ja. Enige werkpakketten waarbij wij onder dezelfde noemer eigenlijk geld krijgen, is het valideren van de onderzoeksresultaten op conferenties, in publicaties en dergelijke. Ja.
Maar we hebben geen enkele publicatie samen met IAI. We hebben geen enkele presentatie op een Europees of op een internationaal congres samen met IAI. Zou het kunnen? IAI moet dus eigenlijk aan ons vragen om onze know-how te gebruiken. Ja. En daar, ja, hebben wij, daar kunnen wij, via LRD, hebben wij daar de mogelijkheid om waarborgen en om voorwaarden in te bouwen, zodanig dat het niet zal gebruikt worden voor de militaire groep. Wat zijn die waarborgen bijvoorbeeld? Maar die waarborgen die zijn, dat zijn afspraken die binnen de Europese richtlijnen liggen. Dus die zijn, dat zijn eigenlijk waarborgen die, een rechtelijke... dat zijn papieren waarborgen. Ja, dat zijn, ja. Ja. Ja, dus dat moet dan voor een, hè, als u dat denkt dat dat niet kan. Dit is natuurlijk ook een papieren waarborgen, als er overtreding kan gesanctioneerd worden. Maar ik zou nog op één punt willen ingaan ook, want uiteindelijk... zijn er geen aspecten die spelen. Tijdens het verhaal dat daarnet werd gehouden, is er eigenlijk gezegd, kijk, waarom kan ik niet met één partner minder? En ik begrijp dat heel goed. Als je zegt, ja, we willen Israël ook politiek isoleren, dan zou dat een goede strategie zijn om te zeggen, kijk, laten we ons telkens de Israëli's eruit hebben. En dan denk ik, als dat uw agenda is, hè, vanuit een sympathie voor de Palestijnen, waar ik alle begrip voor heb, zeg het dan gewoon. En dan kun je zeggen, om het Israëli-Palestijnse conflict op te lossen, zijn er heel veel mogelijkheden. Een van de mogelijkheden is proberen Israël te isoleren, zoals destijds Zuid-Afrika tijdens het apartheidsregime. Dat is een mogelijkheid, maar gaat u daarin slagen internationaal met de Verenigde Staten? Het is maar een vraag. Een andere mogelijkheid is dat je bij twee volkeren, die wat mij betreft zwaar getroffen zijn, dat geldt zowel voor de Palestijnen als de Joden, de voorbije eeuw, dat je probeert te zoeken hoe je die twee, ik ga dat toch niet ontkennen, hè. Dat mogen Joden hebben geleerd. Ik hoop van niet, hè. Ik hoop echt van niet. Dat heeft hier weinig mee te maken. Dat heeft daar wel mee te maken. Dat gaat hier, dat heeft daar wel mee te maken. Het gaat absoluut. Volgens mij gaat het niet zelfs wezenlijk. Volgens mij gaat het wezenlijk om politiek. En welke strategie gebruik je om dit conflict op te lossen? Eén mogelijkheid is het isoleren van Israël en zeggen, voilà, we kiezen duidelijk voor één van de twee partijen en proberen dus ook geïsoleerd de zaak op te lossen. Het andere is dat je andere manieren van dialoog zoekt om de zaak op te lossen. De derde mogelijkheid zou natuurlijk gaan, zoals bepaalde mensen van de Joodse lobby in Amerika, die zich duidelijk tegen Palestina keren. Dat zijn drie oplossingen. Opties die mogelijk kunnen worden genomen, maar die ik eigenlijk persoonlijk liever als uitgangspunt van dit debat had gezien dan het alibi van de waarheid. Maar zou het dan kunnen dat, stel dat IAI een voorbeeld, zoals u dat net zei, Iraans bedrijf zou zijn? Het is hetzelfde bedrijf, maar een Iraans bedrijf, waar ook eventueel de mogelijkheid zou bestaan dat de resultaten in Iraanse handen zouden vallen? Daar vind ik voor dat het, daar zou dezelfde voorzichtigheid moeten in acht genomen. Maar het zou kunnen. Okay. Toch even zelf ingaan. Ik vind het echt niet mooi van u dat u beweert. Nee, mag ik het interpreteren? Dat ik vind het absoluut niet om te zeggen dat wij hier Israël als socialiseren. Dan heb je zeer weinig gelezen van wat ik tot nu toe geschreven heb. Ik heb hier een lijstje van alle Israëlse bedrijven waar dat KU Leuven mee samenwerkt. We zeggen er absoluut niks over. We hebben het over een wapenbedrijf, ik herhaal het nog eens, IAI. Dat meewerkt aan de uitrol van een muur die door het internationaal recht illegaal verklaard is. En wij vinden dat KU Leuven daar niet aan kan meewerken aan zoiets. En dat ze moeten zorgen dat het bedrijf bij voorkeur niet meer in een project start en niet naar KU Leuven er zo uitstapt. Dat is ook niet onze bedoeling. Wel, dan hebben we hier eigenlijk een debat. Mag ik uitspreken? Ja, doe maar voor. Ja. En dus ik snap het eigenlijk niet goed waar ik mee naartoe wil met heel de discussie om het te hebben of Israël illegaal is. Ik wil er eigenlijk anders denken van. Ik denk dat het een strategie was die je vooraf had bepaald. Ja, ze proberen te zeggen, ze spreken over Palestina, ze spreken over heel Palestina en zo verder. Ze begrijpen niet hoe, van waar komt dat eigenlijk? Wel, omdat natuurlijk u hebt een bepaalde ideologie, een bepaalde optie die u neemt in het conflict daarin binnen. Het internationaal recht. Maar nee, dan u herkent dat niet, het internationaal recht. Ik heb resoluties. Ja, nee, de VN is niet van belang. Ja, de resoluties van de VN, dat is een ander punt. Ik heb het liever van de VN. De VN, voor alle helderheid, hè, geeft soft law. Hè. De VN is een politieke organisatie, zelfs de universele verklaring voor de rechten van de mens. Maar resoluties van de Veiligheidsraad, als ik mag onderbreken, dat is ook internationaal recht. Ja, maar soft law. Hè. Dus dat is in die zin, dat is geen
recht dat onmiddellijk van toepassing is, iets in praktijk dat onmiddellijk kan worden geïmplementeerd, afgedwongen. Dat je toch anders. Toch wel, veiligheidsraadresoluties zijn bindend. Ja, veiligheidsraadresoluties zijn in principe bindend, maar dat zijn politieke resoluties, die zijn niet self-executing in een bepaald land. Helemaal anders gaat het over de veroordeling die eventueel wordt uitgesproken tegen bepaalde landen en zo verder, of tegen bepaalde rechtspersonen, waarmee ze illegale handelingen tegen de mensenrechten en het internationaal recht stellen. En daar heb je een goed voorbeeld van gegeven, de muur. Daar gaat het wel over. Wat ik blijf betwisten is wat u doortrekt, dat u zegt die veroordeling door de muur. Als dat bedrijf erbij betrokken is, hè, op een of andere manier, dat dat meteen betekent dat dat gedisqualificeerd is voor elk verder project. Dat is een stap die u juridisch niet kan zetten. U kan dat moreel vinden, juridisch niet. Wat mijn taak is, is uiteindelijk de rechtsstaat te verdedigen. U probeert die over te doen, maar het is mijn fundamentele taak om te zeggen, kijk, als u beschuldigingen hebt, nemen die ernstig, maar moet dat beslecht worden door een rechtbank en niet door mensen, actievoerders, waar ik al begrip voor heb, maar die niet het laatste woord hebben. Dat moet u ook begrijpen. En wij werken hier altijd binnen de context van een rechtsstaat. Dat betekent dus ook, daar wil ik ook heel duidelijk over zijn, dat minder sympathieke standpunten en stellingen ook aan bod moeten kunnen blijven komen, zolang die niet illegaal blijven tegen het internationaal recht of tegen andere rechtsregels, schending van de mensenrechten. Dat is nu eenmaal de vrije staat waarin we leven. En als inderdaad uw enige vraag is, en ik wil het allemaal aannemen dat het zo is, dat het hier gaat over dit wapenbedrijf, dat u wapenbedrijf noemt, in deze context en in dit project, als het daarover gaat, dan oké. Laten we dat dossier dan tot op het bot analyseren voor de instanties waar dat moet gebeuren. En dat zijn de Europese instanties eventueel, of rechtbanken. En laten we daar dan uitvechten. En in afwachting daarvan tot er een veroordeling komt, de vrijheid van vandaag. Oké. Dus de vrouw Leuven loopt achter de feiten aan en wil neemt geen verantwoordelijkheid of geen maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dat ligt zich neer bij de status quo. Nee, wij verdedigen de rechtsstaat. En dat is elk proces. Als het zo moet achter de feiten aanlopen. Je kunt zeggen, wat is proactief gedrag? Lynching van personen en zo. Maar daar zijn we niet voor. We verdedigen de rechtsstaat. Dat is het kader waarbinnen wij werken. We luisteren naar uw argumenten. U kan ze naar voren brengen voor de juiste instanties. Maar het zijn de rechtbanken die zullen beslissen. De actiegroepen zijn heel nuttig om ons op problemen te wijzen. Maar het is uiteindelijk de rechtsstaat die de ultieme toetssteen is en zal blijven. Goed, dat was alvast heel erg interessant al. Beide standpunten zijn hebben goed gehoord. Misschien nu het woord geven aan de zaal. Ja, gaat u dat doen? U gaat de microfoon nemen dan. Wie wil een vraag stellen? Meneer Tokkes, ik heb al grijze haren. Ik heb meegemaakt hoe de KU Leuven in de tijd tegenover de apartheid van Zuid-Afrika stond. Ik heb diezelfde debatten meegemaakt in de tijd. En wat zie ik? Dat we eigenlijk lichtjes ons aan het verstoppen zijn op de KU Leuven. Lichtjes zijn we niet meer de voortrekkers van een morele avant-garde. We zijn niet eerlijk. We zijn niet eerlijk, want we worden gefinancierd en u weet maar al te goed dat die financiën heel belangrijk zijn in de universiteit. En dat op basis van die financiën ook de prioriteiten van het onderzoek wordt ingesteld. Ik ga stout zijn, ik kan zeggen, die vliegtuigen, die kunnen misschien onze ecologie op lange termijn overhoop snijden. Die vliegtuigen kunnen op lange termijn onze ecologie doorbreken. Dat stout zijn, ik doe dat niet. Ik wil alleen maar zeggen, we zijn verantwoordelijk in een moreel gezag en dat mag niet opgedrongen zijn door financiële of tussenkomst van bedrijven om bepaalde prioriteiten door te krijgen. Waarom maakt u dus geen mensen vrij om een onderzoek te gaan doen in Palestina, wat eigenlijk de consequenties zijn van Israëlische technologie, vernuftige technologie, om die mensen dagelijks te vernederen. Ik spreek dagelijks. De grootte van de
nederzettingen van de Israëliërs zijn in 6 uur tijd in Brussel. Die van de Palestijnen onderling 3 dagen om van het ene dorp naar het andere te gaan. Ik moet zeggen, waarom wordt een volk vernederd en doet men hier alsof dat hun neus bloedt? En daar heeft de verantwoordelijkheid aan de universiteit ook zin. Ik zou daar graag op reageren. Ik vind ethiek van kapitaal belangrijk persoonlijk. En de enige plek waar ethiek kan bestaan, is een vrije plek. Een plek waar mensen zelf ethische keuzes kunnen maken en geen ethiek wordt opgedrongen door anderen. Ik geloof in het gevormde geweten, in de vrijheid van de mens om keuzes te maken en om alle vragen te stellen. Elke vraag moet kunnen. Het beste bewijs dat wij niet vluchten, is dat ik hier zit. Ik zit hier op dit debat. Ik had heel goed kunnen zeggen dat ik niet kwam. Maar ik kom wel. Ik vind het belangrijk om hier te komen. Ik vind het belangrijk om naar u te luisteren. Ik neem notitie ook van uw grote bewogenheid over het lot van de Palestijnen en dat ziet u. Want opkomen voor de verdrukte is altijd een prachtig punt. Dat ziet u. Ik neem ook notitie van het feit dat u ecologie belangrijk vindt en misschien alle vliegtuigen overboord vindt. Ook dat ziet u. Want een trottinet kan ook plezant zijn. Al die elementen vind ik absoluut de moeite waard. En ik waardeer uw inzet. En geld is inderdaad een factor. Maar één ding is zeker. Wij kiezen niet ultiem voor het geld. De KU Leuven is een plek van vrijheid. Van vrij denken, van kritisch denken, waarbij misschien ook mensen zitten die niet helemaal ongevoelig zijn voor geld, maar misschien zitten er hier in de zaal nog wel meer, maar waar ook andere mensen zitten die voornamelijk hun idealen laten primeren. Zonder perfecte zuiverheid, want mensen blijven, dat is een antropologisch gegeven, onvolmaakt. Maar iedereen heeft zijn plaats, alle ideeën kunnen binnen het raam van de mensenrechten en de democratische rechtsstaat. En als er één plek is waar al die meningen aan bod moeten komen, zullen komen en zullen blijven komen, is het deze universiteit, zolang ik hier ook mijn eigen woord te zeggen heb. Dat kan ik u zeggen. Ik heb de indruk dat de universiteit en het onderzoek boven de politiek staat, dus aan politiek. Dus hiervoor door. In feite, je hebt het zo gezegd, het is een politiek probleem. Ook verbonden aan de internationale rechtconventie van Genève en zo. En het is niet omdat de Europese Unie gewoon met de woorden de kolonisatiepolitiek van Israël beoordeelt, maar het associatieverdrag in stand houdt, dus ook als die onderzoeksprogramma's. Ik vind dat de universiteit, door daaraan samen te werken, collaboreert met de feitelijk applicatiepolitiek van Europa die geen enkele sancties wil nemen. Ik denk dat de universiteiten hier een voorbeeld zou kunnen spelen door te werken om samen te werken in zulke projecten. Ik heb heel veel respect voor uw politieke mening en al onze onderzoekers zijn vrij om niet met die strijd samen te werken. Ik wil het daar even over hebben, over uw individuele onderzoekers. Dus u vindt dat zij de vrijheid moeten hebben om zelf te oordelen. Maar ik wil daar tegenover stellen dat ik denk dat u als UNIF ook de verantwoordelijkheid heeft om hen te beschermen. En ik wil daarbij verwijzen naar het rapport dat onlangs is geschreven door Richard Falk, de speciale rapporteur van de mensenrechten in de bezette gebieden. En dat rapport gaat onder andere over Dexia en zijn Israëlisch filiaal, die leningen verstrekt voor de bouw van de settlement. En daarin wordt duidelijk aangegeven dat mensen in hoofden verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor die daden, als ze op voorhand op de hoogte zijn van. Dus dat betekent eigenlijk dat mensen in hoofden wel verantwoordelijk kunnen gesteld worden. Dus ik vraag mij af of dat de universiteit dan zijn individuele onderzoekers niet zou moeten beschermen voor het eventueel begaan van een schending van het internationaal recht. Wel, dat vind ik een heel belangrijk punt. Mensen moeten zich zo goed mogelijk inlichten. U kent ook de rol van speciale rapporteurs van de Verenigde Naties.
die geven een algemeen overzicht van de stand van zaken, van mogelijke schending van de mensenrechten, signaleren problemen. Natuurlijk kan je nooit verantwoordelijk zijn, strafrechtelijk, zonder dat je een persoonlijke betrokkenheid hebt. En naarmate de ernst van het misdrijf is de intentionaliteit belangrijker. Daar moeten we mensen voor waarschuwen. Dat maakt deel uit van een algemene universitaire opleiding, waar veel ruimte is voor ethiek, mensenrechten, filosofie. Wij zijn een universiteit die heel sterk waarden gedreven is. Hè. Wij vinden inderdaad dat mensen moeten leren zelf keuzes maken en daarvoor moeten ze ook onvoldoende worden ingelicht. Ook over de mechanismen bijvoorbeeld van het internationaal recht. Daar ben ik het zeker, daar ben ik het volledig over eens. Maar als je het hebt over het beschermen van mensen, dan bedoel ik dus bescherming door die mensen voldoende te vormen en in te lichten, zodat ze zelf weerbaar kunnen zijn. Als bescherming betekent, ik denk in uw plaats en ik verbied dit of dat te doen, dan ben je eigenlijk bezig met ontmondigen, terwijl wij juist mondige mensen willen, mondige studenten, mondige onderzoekers, mondige burgers, die opgewassen zijn tegen alle mogelijke vormen van ideeën, ideologie en zo verder die op hen afkomt. En daar zullen we voor zorgen dat dat aan de KU Leuven blijft. En in die zin nemen we totaal onze ethische verantwoordelijkheden op. Vrijheid van onderzoek voor de rector. Nog andere vragen die in de andere richting gaan? Dank u wel. Ik ben hier herinnerd door een van de kennis ter zaken van het hele dossier, maar verlief mij dus mijn eventuele fouten hier. Mijn vraag is heel concreet. Zou dit project door de ethische commissies komen van Horizon 2020, die ik begrijp, iets strenger zijn? En zou dit project ook door de ethische commissie kunnen komen van IWT? Ja dan nee. Stel dat er niet het geval is, moeten we dan niet twee keer nadenken voordat we dat ding laten passeren. En dan een tweede vraag, ik had begrepen dat in Zwitserland een bepaald referendum toch enige politieke druk heeft meegebracht, waardoor dat Zwitserland werd uitgesloten van Horizon 2020. Zijn daar ook geen vergelijkingen te maken naar hoe bijvoorbeeld Israël een bepaalde stelling inneemt in het conflict waar men momenteel mee worstelt? En zo ja, moet de universiteit dan daar ook niet eerder een voortrekkersrol in spelen dan daar eerder, zonder dan effectief het feit van het recht en de onschuld bewezen tot het einde, lalala. Maar is het geval van Zwitserland niet een interessante case, zijn er vergelijkingen te trekken? En dus mijn eerste vraag, zou dit project er altijd niet doorkomen bij andere commissies, zowel de nieuwe Horizon 2020 als de huidige IWT? Wel, het is zeker juist. Dat is ook even naar het hele panel. Oké. Het is zeker juist dat er verschillende ethische criteria bestaan op heel wat terreinen uiteraard. En dat is ook de bedoeling dat dus de verschillende ethics reviews noodzakelijk zijn en daarvoor dient in de toekomst ook ons panel. Horizon 2020 is op dit moment maar in de lanceringsfase. We zullen zien, dat is nu aan het beginnen, en we zullen zien hoe dat projecten worden geformuleerd. Interessant is inderdaad dat het altijd detailwerk zal zijn om precies te kijken in een concreet zien hoe het loopt. Wat die zaak met Zwitserland betreft, ik vind het bijzonder spijtig natuurlijk dat het referendum in Zwitserland die optie of die richting heeft genomen. Ik vind dat wij moeten proberen in het algemeen om zo weinig mogelijk dat uitsluitende gedrag te hebben dat Zwitserland heeft vertoond in zijn referendum, het uitsluiten, en dat daar repercussie dreigt te hebben op andere gebieden. De voortrekkersrol volgens mij bestaat erin om te behoeden dat we andere mensen uitsluiten zoals in Zwitserland gebeurd is, om zoveel mogelijk met mensen van allerlei stromingen te kunnen samenwerken en niet het tegendeel, juist uitsluiting naar uitsluiting te creëren. En daar kunnen wij voortrekkersrol in spelen, om ook mensen zo ver te krijgen dat ze niet uit bijvoorbeeld xenofobe redenen verkeerde beslissingen nemen in het referendum. Misschien aanvullen over de nieuwe guidelines van 2020. En ik ga een voorbeeld nemen dat opgenomen is in de Q&A. Die hier rond de guidelines speciaal is opgemaakt om te kunnen inschatten welk bedrijf of instituut wel of niet zou in aanmerking komen voor financiering. En dan gaat het over Hebrew University. Deze universiteit is de universiteit die ligt voor het grootste deel in West-Jeruzalem, maar heeft ook een deel van zijn uitbreiding gerealiseerd in Oost-Jeruzalem, over de Groene Lijn, en dus in bezet Palestijns gebied. Was echt het antwoord met de vraag, kan deze universiteit nog in aanmerking komen? Men zegt, ja dat kan, want, en er zijn twee dingen belangrijk, hun adres is in het Israëlisch deel, is in West-Jeruzalem,
En als onderzoek dat wordt uitgevoerd niet gebeurt aan de andere kant van de groene lijn in de universiteit. Dus in die zin, ja, IAI zou kunnen in aanmerking komen voor nieuwe financiering, los van of dat ze betrokken zijn bij een wat. Niet zozeer omdat het onderzoek zou kunnen of niet zou kunnen, maar omdat men niet beoordeelt op de status van het bedrijf, maar wel op de plaats waar ze het onderzoek precies doen. Er was enige controversie. Mag ik even herinneren aan een van uw inleidende zinnen die u gezegd hebt, dat een project aanvaard wordt op basis van het onderzoek. Dat is in de FP7. Ja, maar dat zou nog altijd een Horizon 2020 ook zo zijn. En dat zou altijd voor IWT ook de basis zijn om een project goed te keuren. Dat is het onderzoek. Het gaat niet om de mensen of om het bedrijf die het onderzoek doet. Het gaat over het type van onderzoek en over, in Horizon 2020 en IWT, zal het gaan over civiele toepassingen. Niet over militaire toepassingen. Ja, zolang het project, ja, dit project, ja, zolang dit project waarover we spreken, gaat over onderzoek met civiele toepassingen en met maatschappelijke meerwaarde, zal het goedgekeurd worden binnen Horizon 2020 en binnen IWT. Nee, dan ben ik verkeerd ingelicht en dan moet je misschien toch eens de guideline bijnemen. Die dateert van in 19 juli 2013. En daarin staat duidelijk dat Israëlische bedrijven die onderzoek zouden uitvoeren in een afdeling van hen in de bezette Palestijnse gebieden niet meer in aanmerking komen van financiering, los van welk onderzoek het is. Als het doorgaat in de bezette gebieden, wordt het niet meer aanvaard. Oké, maar dat zijn dan, dat is het tweede criterium, maar ik ben het toch mee eens dat de inhoud van het project, als iemand bijvoorbeeld een project zou hebben om massavernietigingswapens of zo te maken, zou het om afgezien van de ligging om die reden ook niet worden goed. Natuurlijk, ja, maar daar gaat het over. En dan gaat het over wat dan territoriaal en zo verder implicaties kunnen zijn als een tweede facet. Maar het eerste facet blijft natuurlijk altijd gehandhaafd. Zelfs burgerlijk onderzoek zal er niet doorkomen in dat geval. In dat tweede geval bedoelt u, dus waar het dan gaat over de plaats, over de locus, zoals bijvoorbeeld het onderzoek in Zwitserland helemaal misschien zal verdwijnen, dan hebben we het over de materie, dus hoe werken, ration en logica gaat met bepaald onderzoek. En dat is inderdaad weer een ander punt. En de vraag van meneer was ook, moet de universiteit daartoe dan geen voortrekkers in het spelen? Zou dat niet goed zijn, als ik het instel? Ik denk dat die voortrekkersrol van de universiteit er juist moet bijdragen dat iedereen verantwoordelijke stelling neemt. De eerste rol van de universiteit is vorming. Ik vind het bijvoorbeeld het uitsluiten van landen of plekken en gebieden altijd een nederlaag. Ik wil het nu niet hebben even over de specifieke situatie van Israël, maar Zwitserland, hoe dan ook dat Zwitserland uitgesloten zou moeten worden uit bepaalde projecten, is hoe dan ook een groot verlies, ook intellectueel, technologisch en zo verder. Daar kunnen we ons niet over verheugen. Wij moeten proberen als universiteit om de wortels van de zaak te bestrijden. Dat is het eerste, mensen te vormen. En dan secundo, om bij concrete projecten te zien of die door de beugel kunnen of niet. Een tertio, en dat is voor mij het allerbelangrijkste, wij moeten zien dat het kader een kader blijft van de vrijheid, de democratische rechtsstaat als absoluut kader. En daar moeten we het absoluut aan vasthouden. Wat ook concrete meningen over conflicten mogen zijn. Maar de universiteit wordt gefinancierd met publiek geld, hè? Dat is juist. Dus ook zo politiek bepaald op een manier. Dus politiek speelt wel een rol. Wel, in feite, dat is, het is inderdaad een belangrijke vraag, hè? Dus op dit ogenblik, onze financiering, op dit ogenblik van overheidswegen, hè? Eerste geldstroom is 38% voor heel de universiteit, dan heb je tweede, derde, vierde geldstroom, er zijn dus heel wat verschillende manieren waarop de universiteit op dit ogenblik aan financiering komt. En op de verschillende plekken moeten we zien dat we op onze strepen staan. Wanneer het gaat om bijvoorbeeld overheidsfinanciering, onder meer in België, moeten we zien dat die overheidsfinanciering niet misbruikt wordt om allerlei politieke doelstellingen te realiseren, om dus stap voor stap kleine projecten naar voren te brengen. Dan moet ervoor gezorgd worden dat de universiteiten zelf autonoom prioriteiten kunnen bepalen, onder meer op het vlak van fundamenteel onderzoek dat op lange termijn geldt. Wanneer we bijvoorbeeld samenwerken met bedrijven in het algemeen, moeten we er goed voor zorgen dat we daar ethisch gewapend zijn om de juiste keuzes te maken. Want natuurlijk, als we zeggen alles wat een financiële consequentie heeft is verkeerd,
dan moet je niet meer in bedrijf samenwerken. Maar je moet wel zien dat die bedrijven voldoende ethische keuzes maken zelf om ermee samen te werken. Denk aan bedrijven in de farmaceutische sector, maar bijvoorbeeld ook textiel zijn dat geen bedrijven die bijvoorbeeld in bepaalde derde wereldlanden mensen exploiteren en zo meer. Daar moet telkens goed geval per geval naar gekeken worden. Maar aan de andere kant, als we niet meer samenwerken met de industrie als universiteit, dan is het met het onderzoek afgelopen. Dan spelen we niet meer mee. Je moet dat doen. Kan het anders? Maar het is zoals Meertorf zegt, het moet niet met iedereen samenwerken. En in het bijzonder als het gaat over samenwerken met defensiebedrijven, mag er wel eens een keer serieus nagedacht worden over. Zijn we hier aan het doen? Ja, maar ik bedoel niet hier, hè. Dan mag dat een keer serieus bekeken worden. Heeft de KU-Leuven dat bekeken op voorhand, of dit project volgens haar eigen moreel kompas strookte, of die samenwerking met het wapenbedrijf? Is dat op voorhand bekeken? Maar kijk, hè, dus dat project, zoals u weet, is niet onder mijn rectoraat tot stand gekomen. Dat hebben we, moeten daar ook eerlijk in zijn. Dat is een project dat vroeger goedgekeurd is, volgens perfect legale criteria, en in die zin niet de legitimiteit daarvan verdedigen. Op dit moment hebben we nu ook een duidelijke code. Met die ethische commissie Dual Use, hè, waarbij dus een aantal richtlijnen duidelijk wordt gezegd. Er komen misschien strengere richtlijnen op bepaalde terreinen goed, het is allemaal perfect. Wat wel zo is, en dat is ook een principe van de democratische rechtsstaat, regels worden niet met terugwerkende kracht toegepast, dat is de non-retroactiviteit. Als er een aanscherping waar een bepaalde regels komt, wegens voortschrijdend inzicht, perfect. Maar die worden niet toegepast op dossiers uit het verleden, want dan breng je het hele systeem, de hele democratische rechtsstaat, waarvoor velen van onze voorouders gestorven zijn, dan breng je dat op de rechter. Ik wil ook nog even kort op iets wat meneer ook aanhaalde, die IWT-commissie. Volgens mij, maar ik heb het dossier daarvan niet, ik denk dat, dat dit project, het volledige project, zoals het daar bestaat, is gebleven, dat dat niet door de IWT geld gefinancierd zou kunnen worden. Ze hebben daar natuurlijk ook het geld in voor. He, dus het gaat om veel te veel geld. Maar het gaat er juist over, omwille van hetgeen wat ik daar net uit de IWT-richtlijn heb gehaald, dat er echt geen enkele garantie is dat, en in tegendeel zelfs, dat het onderzoek of de technologie die ontwikkeld wordt, dat die toch in militaire toepassing zou terechtkomen. En ik wil eigenlijk ook een vraag stellen van meneer Torps. Zou het kunnen dat er hier een. Dat hetgeen wat er op plaatsniveau aan regelgevend kader ligt, dat dat strenger is dan op Europees niveau. En als de KU Leuven dan een ethisch kompas of een morele richting kiest, kiest ze dan dat Europese of kiest ze dan dat Vlaamse? Wij kiezen onze eigen richting. Ik vind dat je als universiteit je niet door externe regelgeving moet laten bepalen om te zien wat criteria zijn. Omdat er natuurlijk ook criteria kunnen zijn die door andere dan zuiver ethische regels worden opgegeven. Het kan bijvoorbeeld ook een protectionisme zijn van bepaalde vormen van onderzoek, lokaal en zo verder. Het belangrijkste is dat je zelf je moreel kompas vindt. Het begin van elke ethiek is dat je in staat bent om via een gevormd geweten keuzes te maken. En voor de rest kunnen we invloed proberen uit te oefenen, zo goed als we kunnen, op bepaalde ethische stelregels, zoals die in de verschillende gremia plaatsvinden, Vlaams en Europees. U zegt zelf dat er een bepaalde evolutie is in de richting van een verstrenging. Wel, dat is interessant. Omgekeerd. Is een evolutie van een verzoek? Ja, maar nee, maar het gaat over Horizon 2020 tegenover FT7. Daar is wel een verstrenging. Versoepeling vreest u dat de Vlaamse regels gaan versoepeld worden onder Europese druk. Dus je hebt al die tendens. Wat? Laten we over al die onderwerpen praten en zien welke criteria moeten aangescherpt worden en welke verminderd. Dat er interessant is. Goed. Ik heb daar een metafoor over ingericht worden. Als het wel over wapentechnologie, want dat is het punt dat ik heb willen maken. Hè? Ja, maar wapentechnologie. Ik vind dat niet het enige. Dus ik vind dat mag gerust het centrum zijn. Maar ik vind vooral een van de zaken, wat wel een probleem is in het algemeen, is misbruik van wetenschappelijk onderzoek voor doeleinden die niet nobel zijn. En daar is wapentechnologie een mogelijke toepassing van, maar het kunnen er ook andere zijn. En dat is altijd ongelooflijk moeilijk. Hè? Dus uiteindelijk wetenschappelijk onderzoek. Hoe gesofisticeerder het is, hoe meer risico op misbruik. Maar niet alleen op het vlak van de wapenindustrie. Maar inderdaad, misbruik van wetenschappelijk onderzoek zou een belangrijke zijn. Als het belangrijke moet zijn. Als het belangrijke moet zijn. Maar we zijn altijd met alles belangen gemoeid. Ja. Bijvoorbeeld om in Limburg verkozen te worden als volksvertegenwoordiger, dat is ook een belangrijke. Zijn er nog vragen? Ja.
Ja, misschien iets algemener om ook aan te geven. Om misschien algemeen aan te geven dat misschien de rectoren ook van standpunt kunnen veranderen. In de jaren 74 was er een professor Spies die Afrikaanse letterkunde gaf. Die was verbonden aan een Zuid-Afrikaanse universiteit, nou gelieerd met het Afrikaanse regime, of toen nog volop apartheidsregime. Uw voorganger, professor De Sommer, vond dat toen ook perfect legitiem en verdedigde dat toen. En mits uitgebreide discussie en enige actie is uiteindelijk uw voorganger van standpunt veranderd en is Spies terug naar Zuid-Afrika gestuurd. Om maar te zeggen, deze debatten en een bredere maatschappelijke context kunnen ook beweging veroorzaken in zelfs goede overtuigingen van decanen en zo. Decanen zeker. Maar afgezien daarvan, ik vind het een interessant punt dat u maakt, want u bent nu al de tweede, dan een paar minuten tijd, die uitdrukkelijk de link ligt tussen het apartheidsregime en Israël. Dat is interessant. Dat is maar dat is legitiem. Niet iedereen gaat dat vinden. Hè. Bijvoorbeeld als je daarmee in Washington afkomt, dus het daar niet mee eens zijn, maar op andere plakken vliegen wel. Ja, maar je moet ook kijken. Kijk, je kunt zeggen het is even erg, hè, of ongeveer hetzelfde, maar je herkent toch ook dat je zou kunnen zeggen het is niet hetzelfde. Ik hoop van wel. Hè. Dus daar kan je van mening over verschillen. Nu, wat interessant is, afgezien van het apartheidsregime in Israël, is wel dat geval van Spies. Want ik leefde toen al, hoewel ik er veel jonger uitzien, en ik zat toen in het eerste jaar recht. Ik herinner me dat heel goed. Wat is nu het probleem met een man als Spies? Dat was een letterkundige. Dus in die zin, dat is ook interessant, dat was geen man die met politiek of zo in de strikte zin een voorbeeld was. Dus eigenlijk was de gedachte toen, die Spies, die is bezig met taalkunde, ik weet niet meer wat het juist was, en die gaat daar onderzoek doen, en die vindt hier collega's, en dat is allemaal perfect, en valt persoonlijk niks te verwijten. Maar je kan dat ook groter maken en zeggen, kijk, die man is ergens een vertegenwoordiger van een regime, die binnen de context van dat regime de kans krijgt om uitgezonden te worden of te reizen naar een ander land, die impliciet dat regime steunt, en die zich dus eigenlijk collaboreert met een systeem dat niet klopt. En in die zin zit er in hem wel een zekere schuld. Dat is een zeer interessant debat. De vraag is nu, kun je dat soort redenering, want daar komt het dan op aan, in feite ook op de staat Israël toepassen, op zo'n mate dat je zegt, het Israëlisch regime is op dit moment zo over de schreef aan het gaan, zoals een apartheid, dat zich een totale boycott opdringt. Kun je zeggen daarom, ja. En mijn antwoord daarop is op dit moment, wel, daarover kan je binnen een democratische context, anders dan over het apartheidsregime, op dit ogenblik van mening verschillen. Dat is gewoon een hele problematiek en ik probeer het duidelijk te zeggen. Maar in alle eerlijkheid, ik probeer het duidelijk te zeggen en ook duidelijk mijn punt te maken. Ik ben het er eens dat we daarover van mening kunnen verschillen. Natuurlijk, waar we vandaag, en ik ga er langs naar verwijzen, is niet Israël in zijn geheel. Met u maakt de link, kunnen we dat vandaag doen met Israël. We verwijzen vandaag naar een wapenbedrijf dat 100% eigendom is van de Israëlische staat. En het argument, ze doen ook burgerlijke dingen, dat is niet geldig. Want het is een minderheid van hun werk dat ze doen. Het is één geïntegreerd bedrijf. En in die zin denk ik dat het effectief zo kan moeten zijn. De schendingen en alle resoluties en verklaringen enzovoort zijn er, die Israël veroordeelt voor de bezetting van Palestina, waar dat Israël aerospace industries toe bijdraagt, is ook vastgesteld, dat zwart op wit, is te veroordelen en dus niet aanvaardbaar onder de samenleving. Dus alleen dat punt hebben we maken. Ik vind het interessant dat ik het met de hele apartheid vergelijk. Interessante reflectie die we maken. Ik vind inderdaad dat we misschien eens moeten verder gaan kijken, of dat we het wel moeten beperken tot de bezette gebieden. Maar misschien toch nog eventjes herhalen waarover dit project gaat. Ja. Ik denk dat dat toch heel belangrijk is. Het project waarin K.U. Leuven ingestapt is als partner gaat niet over IAI. Het gaat over... Het debat wel, hè. Ik kan projecten doen, maar... Ik kan het samenwerken met wapenbedrijven. Binnen dit project is het volledig legitiem dat Leuven samenwerkt met IAI. Zolang IAI het niet gaat gebruiken voor militaire doeleinden. Zolang dat deze voorwaarde gesteld is, dat we daar iets doen, is er geen probleem. Ik wil daar toch nog
Ik denk dat niemand hier in de zaal, ja, dat die... Maar u heeft ook al gezegd dat u het niet kan garanderen. Ik wil het niet garanderen, maar niemand is er ook op tegen, denk ik, ja, dat onze luchtvaart, dat die veiliger wordt, ja. Dat we minder uitstoot hebben, ja. Dat we minder geluidsoverlast hebben, ja. En dit, daar gaat het project om. Het gaat over het vernieuwen van materialen en het kwaliteitscontrole van die materialen, zodanig dat we in die richting een reductie kunnen hebben van het gewicht, een reductie van de geluidsoverlast, een reductie van het verbruik van de vliegtuigen, ja. Dat heeft allicht zijn consequenties ook naar militaire toepassingen toe, maar in principe gaat het hier in dit project enkel maar over de civiele toepassing. Zolang IAI onderschrijft dat zij dit project steunen vanuit de civiele toepassing vanuit hun bedrijf, ja, is er voor ons eigenlijk geen probleem. Wij zijn er voor dat u dat onderzoek doet, hè? Wij zijn er voor dat de KLU uiteindelijk onderzoek doet. Ja, dat is heel duidelijk. En wat mij ook duidelijk is, en ik heb er ook geen enkel probleem mee, maar is dat er twee zaken spelen hier vanavond. Het eerste is inderdaad dit concrete dossier, IAI, binnen de setting van FT7 en zo verder. Daar is mijn punt over. Oké, wij hebben daar een aantal inhoudelijke meningsverschillen. Ik denk dat dat ook aan geconstateerd worden. Laten we het daar op een gegeven moment laten aankomen op rechtspraak. Het tweede punt, en dat merk ik toch ook vroeger in de zaal, is de bredere problematiek van hoe Israël wordt bekeken, vergeleken met andere en zo verder. Ook dat is een boeiende problematiek, die we in dit geval scheiden van het eerste dossier, maar dat natuurlijk ook op de achtergrond meespeelt. En ik vind het ook interessant dat we het ook durven erkennen. Dat die twee punten, dat was van het begin mijn punt waarop u een beetje boos werd, maar die twee dingen moeten we erkennen als in deze discussie aanwezig. En dan ben ik al heel content. Dan hebben we al een setting waarin we weten waarover we praten. Over het concrete dossier en over het ruimte van Israël. Beide zijn de moeite waard. Hè? Het eerste moet juridisch beslecht worden. Wat de tweede betreft, denk ik, moeten we vrijheid geven aan onze onderzoekers, aan onze studenten, aan onze mensen, om daar zelfstandig een standpunt op in te nemen, met interessante argumenten, met verwijzing naar mijn grote voorbeeld in de zomer, met verwijzing naar 1974 en professor Spies. Prachtig. Dat soort discussie moeten we voeren, daarom zijn wij een universiteit. Ja, bedankt. Ja, dank u. Er is ook nog een derde problematiek die vanavond in de Kamer hangt en die is al zijdelings aan bod gekomen, maar die u nu niet hebt herhaald, dus ik breng ze terug op het programma. En dat is de maatschappelijke rol van de universiteit. En u hebt een aantal keer herhaald van dat u het belangrijk vindt dat de studenten en de onderzoekers opgeleid worden en ethische keuzes kunnen afwerken. Maar de maatschappij heeft natuurlijk ook een belangrijke rol in mee het bepalen van welke onderzoeks... Of hoe dat onderzoek tot stand komt en wat dat er onderzoek dat er gebeurt aan de KU Leuven en welk onderzoek dat er niet gebeurt. En dan brengt ons uiteraard ook terug bij de financieringsstroom. Dus het is aangehaald van de private financiering en samenwerking met bedrijven is belangrijk vandaag voor de universiteit, dat is logisch. Maar dan moeten we ook opnieuw nadenken van oké, welke procedures zetten we dan op om de gevolgen daarvan mee te kunnen... bestuderen bijvoorbeeld. En dat gaat dan niet over het opleggen van een ethisch keurslijf aan de onderzoekers, maar dat gaat erover op welke manier gaan we erover nadenken, van hoe gaan we de afwegingen maken. En ik denk dat dan de maatschappij en bijvoorbeeld Intan maakt er deel van, die bestuderen dat, die hebben dan ook een rol mee te spelen in welk onderzoek dat er kan gebeuren aan de KU Leuven. En het gaat niet enkel over de individuele onderzoekers die de vrijheid hebben om te kiezen wat ze met dat belastingsgeld doen. Dat is zeker voor een stuk zo. Dus er zijn twee verschillende dingen natuurlijk. Het contractonderzoek met de industrie is niet meteen het belastinggeld. Maar, want uiteindelijk zijn dat natuurlijk contracten waar je andere ethische standaarden moet laten doorgaan. Bijvoorbeeld, je mag je niet laten prostitueren door uiteindelijk data te geven die bedrijven helpen
maar die uiteindelijk wetenschappelijk onverantwoord zijn en zo verder. Ook de nodige onafhankelijkheid. We merken bijvoorbeeld dat daar wel verbetering is. Bijvoorbeeld farmaceutische bedrijven zouden 20 jaar geleden veel manipulatiever zijn geweest dan nu. Het is misschien nog te veel, dat is iets anders. Maar ze beseffen nu beter dan vroeger dat het gebrek aan onafhankelijkheid van onderzoek en uiteindelijk hinder en de geloofwaardigheid vermindert. Dat is een voortschrijdend bewustzijn waar ik wel voor een stuk in geloof. Ik wil toch ook mijn wantrouwen uitspreken tegenover de overheid, hè, op twee terreinen. Eén terrein is dat heel gemakkelijk onderzoek wordt besteld waarvan men op voorhand weet wat de uitkomst is om politieke beslissingen te legitimeren. Dat keur ik af en daar moeten we als universiteit onze autonomie tegen verdedigen. En er is ook nog een tweede punt dat ik heel gevaarlijk vind en dat is meer slapend. De overheid heeft de neiging om zelf te scoren en te schitteren, om allerlei vormen van onderzoek meer en meer in gescheiden enveloppes te geven aan universiteiten. Dat er bijvoorbeeld ineens onderzoek moet gedaan worden op een bepaald type biotechnologie of Alzheimer, omdat dat sexy is, niet als je het hebt, maar onderzoek erover en zo verder. En daardoor wordt er steeds meer doelgebonden gefinancierd wat tegen de autonomie van de universiteiten is en uiteindelijk ook tegen het fundamenteel onderzoek. Ook daar moeten we wakker voor blijven. Dus in die zin pleit ik wel degelijk voor een zeer wakkere rol van de universiteit met een zeer groot bewustzijn van wat er aan de hand is. En waarom niet wat meer onderzoek doen, en ik klak er niet mee, over onderzoek. Waarom zouden we niet onderzoeken welk type onderzoek de laatste jaren bijvoorbeeld meer scoort en welk minder, wat ook opties zijn die overheden en bedrijven nemen, wat ook de kracht is die we hebben om daar zelf weerstand tegen te bieden, of bijvoorbeeld dat universiteiten zelf in staat zijn geweest om een vuist te vormen of zich veel te passief opstellen, dat vind ik zeer belangrijke vragen. Maar waarschijnlijk, als we denken aan de maatschappelijke rol, dan wordt waarschijnlijk wel begrepen ook stellingnamen, ook als het moeilijk is, ook in een moeilijke dossier. Maar dit is wat ik nu zeg, is een absolute stellingname. We gaan toch niet, uiteindelijk, hier zitten veel mensen die vanuit hun politieke overtuiging misschien meer dan ik in structuren denken. Wel, ik heb het hier over structuren, over hoe structureel met geld wordt omgegaan. Laten we daar eens over nadenken, daar is een vergelijking bezig, waardoor universiteiten steeds aanvankelijker worden en in verhouding wat mij betreft meer van de overheid dan van bedrijven die uit een commerciële zin en dus ook hoe de bevolking evolueert, voorzichtiger zijn soms in hun manipulatieve rol dan de overheid. Dan moeten natuurlijk iedereen doorgaan, ook onszelf, want ook wij zijn die altijd zuiver op de graan. Een antwoord? En de rol van de maatschappelijke actoren, dan bijvoorbeeld, hoe gaan we ermee om als Intel serieus onderzoek doet en zegt, kijk, universiteit, er is hier een probleem. U hebt een probleem, u hebt meegestapt in een onderzoekstraject waarvan u misschien niet wist dat er een van uw partners een wapenfabrikant is. Wel, kijk, ik vind dat heel goed. We zijn hier om daar toch over in discussie te treden. Maar daar vind ik dan dat onderzoek fijn. Daar staan andere stellingen tegenover. En dan vind ik wel dat er ergens een instantie mag zijn, eventueel als u ons helemaal kan overtuigen, wat voorlopig vanavond niet lukt, maar misschien wel tegen morgen vroeg 4 uur, als we naar surfen, dan is dat fijn. Als dat niet zo is, als er nog verschillende standpunten blijven, als u zegt er wordt in internationaal recht overtreden, dat willen wij helemaal niet, dan moet dat worden vastgesteld. Maar in die zin is ook de mogelijkheid om niet te snel, om vrij te blijven en niet te snel uit te sluiten, is ook een ethische keuze, laten we dat niet vergeten. We moeten openstaan voor al uw argumenten, perfect, maar de vrijheid moet in feite het uitgangspunt zijn en er moet ergens kunnen bewezen worden of overtuigd worden dat de vrijheid die helemaal goed is, in dit geval tussen haakjes moet worden gesteld. En dat is iets waar op dit moment onvoldoende consensus over bestaat. Dus dan berust bij u bewijslast, actorie, in cum probatio, als het over een beperking van de vrijheid gaat. Dat lijkt me toch een nobel startpunt. Voordat we eens kijken wie dat nog allemaal vragen heeft. Een beetje inzicht. Het is misschien niet goed dat de mensen, verschillende mensen hun vraag stellen achter elkaar en dat we dan eens inderdaad kunnen komen. Ja. Goedenavond, ik ben Liesbeth Gielsen, ik ben advocaat. Ik heb ook gestudeerd aan uw universiteit en ik ben een beetje bezorgd over uw stelling over internationaal recht. Over uw stelling dat we naar een rechtbank zou moeten gaan om een vaststelling te krijgen. Ik denk dat u dezelfde stelling doortrekt als Barbara u vraagt. Wat zal u als universiteit doen als er bezorgdheden zijn? Het
antwoord dat u dat geeft is, u gaat naar een rechtbank. Nu, ik ben advocaat en gestudeerd aan uw universiteit. Mijn professoren internationaal recht hebben mij geleerd dat de wetgeving het belangrijkste uitgangspunt is, dat het internationaal recht, de conventie van Genève, dat dat het uitgangspunt is. Er zijn resoluties van de VN over de bezetting van Israël in Palestina. Er is de vaststellingen van de VN-rapporteur. Dat is, ja, maar dat is wel belangrijk. Daar is geen rechtbank voor nodig om die vaststellingen te doen dat er schendingen zijn van internationaal recht. En als ik u zo hoor, dan zal u wachten tot een rechtbank u veroordeelt. Het is toch zo dat de universiteit, binnen de universiteit zelf, zou moeten de mogelijkheid creëren om daar inderdaad over na te denken, om te kijken of er inderdaad geen probleem is. En ik ga, ja, maar dit is natuurlijk een debat, maar de vraag is, wat doet u daar dan verder mee? Ja, het lijkt wel klaar. Maar in tegendeel, hè, dus van het internationale recht is meer het kader waarin de democratische rechtsstaat in de onzin kan floreren. Dus uiteindelijk, als het internationaal recht overtreden wordt, ontbreken de basisvoorwaarden om een evenwichtig rechtssysteem, democratische rechtsstaat, rule of law te kunnen hebben. Maar wat natuurlijk wel iets is waar ik het met u niet eens ben, hoewel we aan dezelfde universiteit hebben gestudeerd, en ik geef toe bij mij langere kleding dan bij u, dus ik ben mee te geven, is wel dat er een onderscheid moet worden gemaakt tussen de resoluties of de conventies die u vermeldt in verband met onder andere de bezetting en zo verder. Hè. Dat is één punt. En twee, dit concrete geval. Dus wat mij niet overtuigt op dit moment, is heel concreet de link tussen dat internationaal rechtelijke probleem en de oplossingen die eraan gegeven worden, en het concrete dossier hier. En die link wordt voortdurend gelegd. Dat is ook geprobeerd in verband met het bouwen van die muur. Ik ben van die link niet overtuigd. Onze stelling is dat gezien de garanties die op dit ogenblik bestaan binnen het FC7, die link niet kan worden gelegd. Slaagt u erin om in dit geval die link toch wel te leggen, dan is er een reden om de vrijheid die het uitgangspunt moet zijn te amenderen. Of dat u zijn aangezet te zetten in dit concrete geval. Dat en met een correcte, glasheldere juridische redenering. En wanneer zal die link dan zijn? Wel, ofwel kan u ons inhoudelijk overtuigen, maar dat lijkt mij bijzonder moeilijk op dit moment, omdat er heel veel andere mensen over Europa zijn die daar anders over denken. Wij zijn hier met twee, maar er is een hele regelgeving, ook een hele hoop partners die daar anders over denken. Hè. Dat is het eerste punt. Tweede punt, hè, als u niet inhoudelijk ons kan overtuigen via een debat of een gesprek of lange discussies, dan is er inderdaad de mogelijkheid om aan te tonen dat in dit project bepaalde rechtsregels zijn geschonden. Dat is denk ik toch de gang van zaken in de democratische rechtsstaat. Eerst proberen elkaar te overtuigen. Lukt het niet en blijft een meningsverschil hebben, dan hebben we de rechtbank. De rechtbank betekent niet dat hij in ruzie krijgt, maar wel dat hij uiteindelijk probeert uit te zoeken wat de juridisch correcte oplossing is. In alle vrede en vriendschap, en dat is de weg die we hier volgen, in de contouren van de democratische rechtsstaat. Ik wil daarbij een oproep doen aan de mensen, juristen in de zaal, om ons een juridisch dossier voor te bereiden, dat we kunnen voorleggen, om alsnog te proberen te overtuigen zonder dat we naar de rechtbank zullen staan. Ja, ik ben Mia, zonder enige titel. Ik wil eigenlijk alleen maar zeggen dat wij hier zitten, omdat wij de verdediging willen opnemen van het Palestijns volk, dat hier eigenlijk nog niet ter sprake gekomen is. Dat alle dagen die vernederingen en die kwellingen moeten ondergaan op een manier die wij ons niet kunnen voorstellen. En dat dat eigenlijk gebeurt in naam van een Israëlische overheid. En wij praten hier en wij hebben hier onze bezigheidstherapie, heb ik op de duur het gevoel. Hè. En dat duurt en dat duurt en dat duurt en de rechtsstaat en nog langer. Ik denk dat we met veel meer mensen veel meer onze nek moeten uitsteken om die verdediging veel steviger op te vangen, onze nek daar gewoon voor uit te steken. Ik heb veel respect voor uw opvattingen, ik bewonder uw wangen. Ja, en daarmee is het afgedaan een beetje, ja. Nochtans, dat is geen aspect, maar inderdaad ook andere mensen engageert zich, maar ik bewonder werkelijk. Ja, het is ook zo, maar ondertussen geraakt dat toch allemaal niet opgelost, hè. We zijn, ja, inderdaad, inderdaad, inderdaad. En daarmee kunnen we ons kopje bij neerleggen en zeggen. Dat heb ik niet gezegd. Hm. In
gaat dat ook niet doen, dat voel ik. Nee. Enfin, ja, goed. Nog een vraag? U hebt gezegd met de voorganger heeft de beslissing genomen. Maar als u nu een nieuw project komt met uw jaar in 2020, wat gaat u daar dan beslissen? Dan gaan we inhoud op dat project kijken. Dan gaan we de regels volgen die op dat moment gelden. Dus we gaan niet beginnen met a priori's, we gaan zien wat de regels zijn, wat heel concreet aan de hand is. Dan gaan we dat dossier in detail onderzoeken. En dan, uiteraard, heb je de regels die gelden om een project te kunnen krijgen. Daarnaast zijn er de ethische standaarden van de onderzoekers. Ik zie hier een aantal onderzoekers, of minstens één in de zaal, die daar nooit zou mee beginnen. Oké. Okay. Nog. Goeie. Bedankt wel bij. Ik vind het super leuk dat ik hier kan zijn en dat we zo kunnen discussiëren. Dus ik vind het echt keihard dat we hier zijn. Bedankt daarvoor. Nu, ik heb twee vragen of een opmerking en een vraag. Meneer Toos zei iets over een farmaceutisch bedrijf, onder ethiek. En toen zei hij dat er 20 jaar geleden ongeveer de farmaceutische bedrijven veel meer gewoon hun zin deden. Eigenlijk als ze nu toch ook hebben ingezien de geloofwaardigheid ervan aangetast wordt. Ja. Maar ik vind persoonlijk dat dat weinig te maken heeft met ethiek, en dat dat meer gaat over economie. Dus eigenlijk gaat het dan over een winst. Dus het gaat niet over is het goed of het slecht, maar eerder over gaat je een winst en een verlies. Daar gaat het dan over in. En langs de andere kant heb ik een vraag. Persoonlijk vind ik dat ethiek iets heel moeilijks om over te discussiëren, over te bevatten wat goed is en slecht. En dat we dus met meer mensen dat moeten doen. Je kan natuurlijk niet verwachten dat onderzoekers aan de KU Leuven daar een heel jaar aan spenderen om het goed te doen. Maar gebeurt het op dit moment volgens u genoeg dat onderzoekers aan de KU Leuven voor hun onderzoek starten daar een duidelijke ethiek op vormen met andere mensen, zoals wij bijvoorbeeld, andere belangenpartijen? Tuurlijk. Wel, ik denk, ik hoop van wel. We proberen hen ook te vormen tijdens hun opleiding. Hè. Zeker als ze hier hebben gestudeerd. En we zijn natuurlijk ook een zeer internationale universiteit, maar we proberen hen daarvoor gevoelig te maken. We zijn een waardegedreven universiteit. Dat is dus iets wat we bij iedereen proberen in te prenten, dat het belangrijk is om zich daar vragen over te stellen. Doet iedereen het genoeg? Dat is de vraag. We leven misschien al te zeer in een betrekkelijk nihilistische neoliberale samenleving. Dat weet ik ook. Ik zit nu bijna in uw eigen jargon. Dat is inderdaad wel een probleem. En we moeten ervoor zorgen dat mensen daar voldoende open voor blijven. Wat ik niet deel ook in uw vraag, ik denk als gezegd, ja, het is een kwestie van economie. Dat is inderdaad de oude analysesleutel, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Er is wel degelijk ook een bevruchting of een wisselwerking tussen economie en ethiek. Bijvoorbeeld merk je dat vandaag de consument een veel ethische reflex heeft, die ook consequenties heeft voor hoe bedrijven zich op ethisch vlak gedragen. Ik denk maar aan Adidas of Nike, die bepaalde praktijken hebben in hun productie. Want nu, als dat uitkomt, neem je dat ze zelf geen scrupules hebben, als het uitkomt, alleen dan maar om commerciële redenen, moeten ze zich op een bepaalde manier ethisch gedragen of ze gaan ten onder. En dat is meer zo dan vroeger. En dat is een vooruitgang die onder andere ook door actiegroepen zoals die wordt bereikt. Naast de dingen die ik wat minder vind in het discours, zijn dat de betere zaken. Maar de vijfde dat u de consumenten kent te vaststellen. Bij onderzoek is dat misschien minder overzichtelijk. Of kunnen we misschien als consument minder spelen? Wel, onderzoekers, uiteindelijk, waarom zijn wij onderzoekers? Omdat we onder andere daarvoor kiezen en niet meteen voor het bedrijfsleven. De ethiek van de onderzoeker is anders. Bij ons is niet de eerste en duidelijk toch ook een lans voor breken. Waarom werken wij hier aan de universiteit? Omdat wij gedreven worden door nieuwsgierigheid. Omdat wij nieuwe verbanden zoeken, dingen vinden. Onderzoek is een draag op zichzelf. Als wij hadden gekozen voor een commerciële loopbaan zouden we het gedaan hebben. De meeste mensen die hier werken als toponderzoeker kunnen elders meer geld verdienen. Ze maken een andere keuze. En in feite heb je dan ook een ander soort discours dat speelt. Dat natuurlijk ook een eigen discours moet zijn, maar waar je niet kan zeggen dat winst de eerste factor is. Dit gezegd zijnde, moeten we altijd alert blijven om ons niet te laten verleiden door de sirenezang van de mammon. Dat is een ander spel. Zou iemand nog een superbelangrijke vraag willen stellen? Ja, toch? Ja, ik heb de universiteit doen. Wacht even. Maar dat is dan wel denk ik de laatste, want het is bijna 10 uur. Het loopt heel lang, al
denk ik. Ja, oké. Okay. Beseft u dat de Katholieke Universiteit Leuven imago-schade oploopt door het samenwerken met een bedrijf dat dus gevestigd is in een land dat dus de apartheid in stand houdt? En deelt u dat? Bent u daar gevoelig voor? Wilt u daar iets aan doen? Of blijkt het u onverschillig? Wel, we zouden imago-schade leiden als we dit dus altijd de weg zouden gaan. Als we zouden zeggen dat we geen ethische standaarden meer volgen, dat we niet over deze problematiek nadenken, dan zouden we imago-schade leiden. Als we onze stelling niet met verder kunnen verdedigen, dan leiden we imago-schade. Als we daarentegen na discussie ook enigszins van mening verschillen, of schoon op een aantal punten misschien hetzelfde denken, dan denk ik dat we ermee bezig zijn. We zijn hier niet om tot een consensus te komen die we in ons hart niet voelen, maar wel om te discussiëren zolang het enigszins mogelijk is. En deze plek moet de ultieme vrijplaats zijn en blijven wat je altijd kan gebeuren. Dat is het allerbelangrijkste in onze rol. We zullen daarmee afsluiten. Sorry voor de vraag misschien. Dat de rector nog even blijft hangen. Wie weet dat je deze vraag persoonlijk kunnen stellen. Maar in elk geval, we moeten hem toch wel even bedanken, denk ik, om hier aanwezig te zijn. Thank you.